Ja jongens, dan zijn we weer vanuit de studio. Let's fucking go, ouwe. Welkom terug allemaal bij weer een nieuwe Fortnite livestream. De laatste keer dat we live waren was een hele speciale livestream. Toen ben ik namelijk 2 dagen op rij live geweest vanuit mijn huis. Vanuit de woonkamer, vanuit de mancave. Mega lijp was dat eigenlijk. Het waren de 2 kerst livestreams. Hopelijk hebben jullie allebei gezien, zo niet. Echt de moeite waard om nog eventjes terug te gaan kijken. Want holy damn, wat was dat lijp, gast. Dat was niet normaal. Dat was zo'n lijpe stream. Vooral de tweede. Ik vond de tweede eigenlijk het allerlijpste. Dat we echt volledig vanuit de Man Cave live zijn gegaan. Damn. Live Johnny zegt, heb ik niet gezien. Of heb je die niet gezien? Echt checken inderdaad. Live Johnny? Ja bro. 100%. Als je die niet hebt gezien, moet je die echt gaan kijken. Want holy damn, dat was zo'n lijpe stream. Vooral nummer 2, dan hadden we geleerd van de foutjes en dingetjes van nummer 1. En toen zijn we in de tweede livestream bijvoorbeeld volledig vanuit de Man Cave live gegaan met darten, poelen. Ah, het was lijp, bro. En we kregen heel vaak ook vanuit jullie te horen van, joh, Roy, weet je wat hier zo lijp aan is? Het is net alsof je gewoon bij jou thuis bent, alsof ik gewoon op bezoek ben. Nou, dat was precies de vibe die we wilden overbrengen, omdat het natuurlijk kerst was. Ik ga je uitnodigen, Nick. Yes, want het is weer een vooruitstream, dus ik ben uiteraard weer lekker met Nick. We gaan duo's doen, duo ranked. Dus dan weten jullie dat. Gewoon even knallen en anders helemaal niks. Nog steeds elite. Dus we gaan zien waar we vandaag kunnen eindigen in elite. Of misschien wel champion. Hoe nou, ik denk heel mooi maken. Ik denk dat we wel een stukje hoog kunnen komen. Dat kunnen we wel. Goedenavond, Roy en chat. What's up, jongens? Hebben jullie allemaal een beetje leuke kerst gehad? Want de kerst zit er officieel op. Ik heb vandaag nog een soort van mijn derde kerstdag gehad samen met mijn vriendin. Was hartstikke leuk, hartstikke gezellig. Maar hoe is jullie kerst bevallen? Ik heb letterlijk kerstavond, eerste kerstdag, tweede kerstdag en dus derde kerstdag wat te doen gehad. Nick, je moet even ready trouwens. Dus voor mij was het een drukke kerst. Hoe was het bij jullie? Bart zegt, je kat hebben uiteindelijk toch de kerstboom gesloopt, begreep ik. Ja, helaas wel, ja. Verschrikkelijk. Jan met de 5 gifted subs. Jan, dankjewel, Waas, voor de 5 gifted. Dit keer al heel vroeg dat hij ze gooit. Maar ja, het is de standaard, hè. Standaard ritueel. Een nieuwe stream van Roy, dat betekent 5 gifted subs vanuit Jan. Het is ongelooflijk. Tenminste, niet dat ik hem dat opleg of zo, maar doet hij gewoon altijd zichzelf. Helemaal goud. Fucking legendarisch.
Glitch King Andy, 3 euro. Roy, kan je de meest OG skin aandoen? Ja, ik heb een beetje mijn vaste skin gevonden, man. Die ik wel hard vind, dus... Die blijf ik even rocken. Bovendien zijn we ook... aan het connecten naar lobby, dus dat wordt nu sowieso een lastig verhaal. Dit jaar kerst voelde echt raar of zo, zegt Ryan. Vertel, Ryan, waarom? Was pizza was lekker, bro. Thanks for asking, gast. Pizza, pizza retten. Gehad? Ja, hebben zo'n pizza retten, bro. Dat is lachen, man. Ja, is dat lekker, ja, hoor. Ja, dat kan je echt uitleven, gewoon. Kan je gewoon je eigen pizzaatje maken. En dan gooi je gewoon het apparaat en ja, dat is helemaal top, man. Maar het beste, hè? Hoe was jouw kerst, bro? Ja, mijn kerst was chill, man. Gewoon chilling. Echt chilling. Ik heb echt nog geprobeerd om te kijken of ik het voor elkaar kon krijgen om te livestreamen, maar... Lukte gewoon niet, man. Dat was gewoon te omslachtig met dat we... Dat moest natuurlijk ook naar mijn schoonfamilie toe. Mijn eigen familie toe. We wilden zelf ook nog een kerstdag met z'n tweeën hebben. Dat was de tweede kerstdag. Dus nou, uiteindelijk gewoon niet gelukt. Maar weet je, nu wel weer fully charged up om weer elke dag voor jullie te gaan knallen. Om weer elke dag te livestreamen. Dus we zijn er wel gewoon weer, man. We gaan gewoon echt daadwerkelijk weer elke dag live. Dus met oud en nieuw is de enige soort van hiccup nog waarvan ik hoop dat het lukt om ook live te gaan. Maar wat waarschijnlijk wel lastig wordt. Maar dan ga ik jullie gewoon voor op de hoogte houden in mijn story op Instagram en op Snapchat. Dus volg me daar ook zeker weten op. Maar ja, vanaf nu gewoon weer elke dag dus. En misschien dat alleen nog oud en nieuw dus nog de uitzondering gaat zijn. Maar verder is in principe gewoon het plan elke dag live, bro. Let's fucking hit it, huh? Bro, doe gewoon een potje. Kelly, wie zegt dat wij niet al in een potje zitten? Alleen we verbergen altijd onze landing. Ja, Delicious precies. Zegt, Roy, ook jij hebt recht op vakantiedagen / feestdagen, soms lukken dingen niet. Zo is het ook, bro. Zo is het ook. Ik apprecieer dat je het zegt, maatje. Oké, Nick. Hopelijk ben je ready, bro. Want ik ben, ik ben hongerig gewoon. Ja, we hebben net de kerst gehad en dan zijn we hongerig. Hoe ken je dat, hè? Ja. Een andere manier hongerig, bro. Zit hier een guy naast ons? Ik ben boven. Oh, hij is hier juist ingegaan. Hij zit laag. Bij mij, ja. Hij is naar buiten gelopen. Ja, hij is nu hier ergens. Maar ik laat hem gewoon. Ik heb shield. Ja? Wacht, kijk hè. Ik was er niet, althans hier bij mij is er eentje geweest. Ik hak de bot open. Bot is open. Ja. Wacht op jou. Ja. Oké. Kom eraan. Ja. Ik heb alleen een pistool. Met loopt 35 nog iemand onder ons? Ja, ik heb nu een AK, dus dat is top. Ja. Ik heb in ieder geval het voorbereidende werk voor de bot gedaan. Ik ben hier vast te schieten. Jan zit boven. Boven op de steen, volgens mij, man. Oké. Not sure. Amper kogels. Grappelt ofzo, wat is er? Wat gebeurt er allemaal? Ja, voor mij zijn er hier mensen. Ja, hij is binnen. Ze hebben er wat dood. Ik ben ook dood. Fuck bro, ik heb niks houden. Ik had letterlijk alleen een pistool en een AK. En ik had een hele slechte aim, omdat het mijn eerste potje is in, voor mijn gevoel, 1000 jaar. En we hebben ook echt wel lang niet gespeeld, man. Dat is ook wel echt... Ja, voor ons toen is dit echt lang. Want we hebben natuurlijk die 2 kerststreams gehad. Maar die 2 kerststreams is helemaal geen voordat ingespeeld. Ja. Daarvoor, dus dat is denk ik de laatste stream dan geweest, hè? Met, met Fortnite. Ik denk het wel. Ja. Mm-hmm. Ja, die was net lang. Wat zei je? Die was lang geleden al. Ja, voor ons is dat echt lang. Voor ons is dat echt lang. Bart zegt, ik had het gevoel dat ik zou ontploffen na het laatste kerstdiner. Ja bro, same ouwe. En ik heb ook wel altijd, ik weet niet hoe dat bij jullie zit kijkers, maar ik ben altijd echt blij als het erop zit. Is dat raar als ik dat zeg? Ik ben altijd echt blij als, ja man, ik ben er altijd zo blij mee als kerst erop zit, oud en nieuw erop zit, mijn verjaardag. Ik heb natuurlijk in 1 maand, hè, ik ben zelf 3 december jarig, dus ik heb mijn eigen verjaardag. Ik heb dan Sinterklaas, ik heb kerst, oud en nieuw. Ik ben altijd zo blij als het er weer gewoon op zit. Ik geniet er wel van. Maar wel altijd als het dan klaar is, denk ik altijd weer van... Ah, beter man. Het normale leven gaat weer beginnen of zo. Weet je wel? Ja, snap ik. Dus je verheugt je er heel erg op. Het moment zelf is heel erg leuk.
Dat is heel erg chill allemaal. Dus je geniet wel heel erg van het moment zelf. Maar ik heb ook dat ik heel erg ervan kan genieten als het al geweest is. Dan ga ik weer lekker naar de gym. Ik heb vandaag gewoon weer lekker benen getraind en schouders. En gewoon weer lekker eiwit shaky en shit, weet je wel. Gewoon weer het normale ritme die je gaat oppakken. Ja. Een normaal slaapritme, normaal werkritme. Met het dagelijks live gaan, met die video's, met de shorts. Allemaal ideeën die ik heb voor 2024, wat heel erg vet gaat worden. En jullie zijn er allemaal bij, want jullie volgen mij als het goed is. Dus dat komt helemaal goed. Ja, allemaal weer leuke dingen of zo. En daar kan ik dan ook wel weer van genieten. Ik denk van ja, gekkigheid is nou weer even klaar. Dat overdreven vele gevreet, weet je wel. Je komt ook aan. Ik ben weer een paar kilo's zwaarder. Dat vind ik helemaal niet chill eigenlijk. Maar ja, anderzijds, ja, wat ga je dan? Ga je lekker je broccoli met kip en rijst ga je zitten chappen? Nee, natuurlijk niet. Ja, moet je wel weer even aan de bak. En dat vind ik dan ook wel weer chill. Laat me maar weer even die mood krijgen van ik moet weer even aan de bak, weet je? Het is niet alsof het erg is. Ik bedoel, ik ben nu 81 kilo. Met mijn shoot was ik 74 kilo. Maar ja, dat was, de shoot was zomer ready. Weet je, een blok en alles erop. Dat hou je ook niet vol per se om 24-7 zo eruit te zien. Tenminste, dat is heel lastig. Daar heb je heel veel dedication voor nodig. Maar ja, ik wil wel gewoon weer richting de, I don't know, 78 kilo of zo, weet je wel. Ja. Moet er wel even wat gebeuren. Gewoon even 3 kilootjes eraf. Dat moet wel weer voor getraind worden. Is een goza. Ja, die haalt het, oké. Kom je slurptruck samen? We hebben geen wapens, hè, als we daarin gaan. Jawel, jawel. Cadeautje en shotty. Hier ligt van alles, bro. Oké, kom maar. En dan kunnen we een launchpad pakken. Dit is echt een strat, bro. Oké. Waar ben je? Naast je. Yo. Kijk, 200 AP allebei. En ben je het wapen maar. Oké, dan doe ik deze. Joem. Waarom zit er nou zo'n poep snow launcher in, bro? Ja, dat ding mag toch melken wel. En dan, hij komt eraan, er komt een guy aan, komt eraan. Ja, dan zit ik hierboven. Ja, ik ga met je mee. Oh, hij is laag, hij is laag. Ja. Git, 550. Ja. Nice. Kom mee. Ja, bij hem. In mijn box. Eén bedoeld. Nice, zo. Nick. Nog één. 50 white. 32. Nice. Oh, hij heeft mij... Wat? Oké. Lijp. Oh, dat is een duootje, bro. Pas op. Ja. Eenzame voeten, dat is echt verschrikkelijk. Oh ja. Hey, maar wel fair game. Ik vind het best wel een play voor ons, man, op het begin. Want je hebt wel een wapen en je hebt sowieso 200 AP en je kan ze daarna gewoon pushen via die launchpad. Ik vind het eigenlijk wel een way. Toch? Is goed. Ja, ja, zit precies. Ik, klopt. Gewoon alles positief inzien. Come on. Let's go. Is het weer zover, Lisa? Lisa stuurt, is het weer zover met chipsvingers? Oh nee, toch. Lisa, is het weer zover. Even kijken. 61%. Jij? Ja, ik ben 63. 63% uit. Zit uit. Ik ben even film kijken. Ik ga zo lekker naar jou kijken, zegt Luca. Luca, hartstikke leuk, bro. Enjoy your movie. Hebben jullie trouwens ook allemaal weer gewoon traditiegetrouw Home Alone zitten kijken? Of ben ik de enige? Ik heb Home Alone 1 en 2 allebei gezien. Ik zeg al, het is gewoon echt traditie. Ik kijk het elke kerst. En wanneer ik zeg elke kerst, dan overdrijf ik niet. Ik doe het letterlijk elk jaar. Home Alone 1 en Home Alone 2. Hoe zit het bij jullie, jongens? Ja, ik ook 1 en 2, zegt Sherelle. Heel goed. Zo mag ik het horen. Tuurlijk, 1 en 2 gezien met de kids. Heel goed, Danny the Viper. Let's go, maatje. Dat zijn leuks. Ja, hebben jullie wel eens Home Alone 3 gezien? En wisten jullie trouwens ook dat er nog een Home Alone 4 is? Je hebt gewoon Home Alone 3 en 4 heb je nog. Maar Home Alone 3 en 4 is allebei niet met de originele Kevin, als het ware. Ik weet ook niet eens of die überhaupt Kevin heet. In Home Alone 3 en 4. Maar volgens mij... zijn die allemaal echt super kut, of niet? Je hebt ook nog 5! Dus je hebt ook nog Home Alone 3, 4 en 5. Eerlijk, op schaal van 1 tot kut. Hoe kut zijn die films dan? 100% zijn bout. Volgens mij is alleen 1 en 2 leuk. Of zijn alleen 1 en 2 leuk. Zolang je stopt na 2 is het goed. Ja, precies, ja. Je hebt zelfs 6, man. Nooit. Heb je ook Home Alone 6? Ik ging dat dus ook checken, maar je hebt dus nu echt, echt heel veel. Bro. Maar die heb ik allemaal niet gezien ook. Nee, maar volgens mij is dat ook echt helemaal bout. Ja, geen idee.
4 is echt leuk. Wel, Susan? Susan? Ik kijk ze allemaal. Nee, niet echt. Nou, ik kan me herinneren dat je 1 Home Alone hebt dat die met een autootje door een kattenbak dinges gaat rijden of zo. Of een kattenbak door zo'n kattenluik. Dat is een stukje wat ik heb gezien. Dus ik heb wel een soort van iets ooit gezien van Home Alone 3. Alleen niet genoeg om te kunnen weten of het lijp is of niet. Maar wel echt iedereen zegt basically dat Home Alone gewoon had moeten stoppen na 1 en 2, weet je? Ja, maar dat is ook wel de echte, inderdaad. Ja. Oké, bro. Laten we nu op de toren proberen te landen. Wordt het nou druk? Goed. Wijken we af. Is goed. Let's hit it, bro. Let's fucking hit it, bro. Ik red het of net wel of net niet. Zeg erop of eronder. Als ik misschien als eerste land, dan heb ik sowieso dwaaf. Maar ik denk ja, dat ga jij er maar voor. Ga jij er maar voor. Ik denk echt dat dat flink voor me is. Zo, maar het is niet normaal druk. Ik week af. Jij ook? Oké. Okay. Yep. Oh, ja, had ik even moeten callen. Hey joh! Hoe komt daar aan dat wapen? Waar haalt hij die vandaan? Nou, die lag daar onder. Waar? Ja, gewoon achter de deur. Nooit. Hij lag precies onder die kist. Nee, dat is geluk gehad. Nee, nooit. Want dan had ik dat toch moeten zien. Hoe kan dat nou? Ik ga dit ook echt terugkijken. Hoe de fuck kwam hij aan dat wapen, bro? Helaas. Ik ga nu kijken. Zo, je was ook druk hier, hoor. Zo. Snap er niks van. Ik moet het nu zien. Kan dit? Oh mijn god. Oh, je moet eigenlijk even mijn POV zien hoe dit ging, bro. Oké, wacht. Laat me checken. Oh my days. Ik ben nu aan het kijken. Oh. Ik had alleen de ammo. Ik had alleen de ammo. Oh ja, ja, je loopt er doorheen. Oh fuck's ja, die sakes, bro. Ja, die sta je. Nah, niet toch. Niet zo toch, Nick. Niet zo toch, Nick. Oké, okay, bro. Het is gebeurd, helaas. Fuck, man. Jongen. Nou, weet je. Het kan vanaf nu alleen maar in de stijgende lijn gaan. Zo zie ik het dan weer. Ja, dat we kunnen bij de pakken neer gaan zitten, maar dat gaan we helemaal niet doen. Nee, daar is ook geen tijd voor. Nee, joh. Hou toch op, joh. Even kijken, hoor. Wat hebben we hier allemaal? We hebben nog best wel wat donaties. We hebben namelijk... Jammer, de hero helemaal overgestapt naar build mode. Jazeker, bro. Ik vind dat echt leuker. Dus ja, klopt. Ik ben er wel minder goed in, maar ik vind het wel leuker. Road to 100, 3 euro. Hero, ga je nog een keer een... of heb je nog een keer een leuke pubquiz vraag? Al een keer gevraagd, maar nog één. Graag ook een SO naar Gijs. Een leuke pubquiz vraag. Goeie. Welke dieren slapen hand in hand? Leuke pubquiz vraag. Ik ga het antwoord niet geven, zoek het zelf maar op. Roenstein, 3 euro. Doe jij voor 70k ook je broek af? Nee, bro. Nee, veel meer. Dan moet je veel meer bieden. Het is wel bespreekbaar, hoor. Ik bedoel, voor het juiste bedrag zou ik dat 100% wel doen, hoor. Gewoon in je onderbroek, toch? Bedoel je dan? Toch? Voor de duidelijkheid. Oké, let's go! Oh, Nick, hoe heb jij zo'n goede landing? Oh, er zitten 2 perfect, mensen op bro. Jou. Oh, het zakje in de moeder, of niet? Heb je ze nou? Ik ben 1 of 2. Nee! Hij haakt me! Ik schiet 3 keer mis! Hij is 1! Ik haat mijn leven! Holy shit! Ik zit te lachen, maar ik moet jou niet lachen. Pak die loonspel, dat is echt gratis, bro. Lekker voor hem. Hij is echt 1 kogel. Gewoon SMG door de muur schieten. Lekker.
Doe alsjeblieft een dansje. Dank je wel. Dank je. Dit is lekker. Je hoeft het niet eens te vragen, bro. Hij ging al. Zo. Ongelooflijk, ja, bro. Ik zei, die gast sprong gewoon achter mij aan en ik schoot twee keer mis, terwijl ik hem van 83 voor hem gegeven had. Ja, dat is... Weet je wat dat is, maat? Ja, dat is taai. Oh, niet zo lekker. En nog meer footsteps. Yeah, buddy. Oh, bro, ik ben... Oh, yo, bro, wat doe ik allemaal? Oh, yo! Oh. Ik ben oké, ik ben oké. Oh, helaas. Echt heel slecht. Holy fuck. Oh joh, bro. Nou, hier zien we volgens mij nog duidelijk dat ik een weekje geen Fortnite heb gespeeld of zo. Zullen we het daar gewoon op gooien? Wel. Ja, 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 moet kom kunnen. Op, bro. Kom op, ik bedoel. Moet kunnen. Snap je? Zo, het was de tand te slecht, hoor. Nou, anderzijds. Het is allemaal goed, joh. Het is allemaal goed. Het komt helemaal goed, jongens. Bro, wat heb je gegeten met kerst? Even denken. Met kerstavond. Wat hebben we met kerstavond gegeten? Met kerstavond hebben we gegourmet. En met eerste kerstdag... Je raadt het niet. Hebben we gegourmet. En met tweede kerstdag... Pizzaretten. En met derde kerstdag... Pizzaretten. Ja. Ja, dat is niet heel gezond allemaal. Nee. En jullie dan? Waarschijnlijk is gourmet het meest populaire wat we nu gaan aantreffen in de chat, of niet? Hebben jullie wel eens gegourmet met de kerst? Nick, wat heb jij gechapt dan? Van alles, bro. Varkensaas, dat soort dingetjes. Oh? Allemaal kleine dingetjes, gewoon carpaccio, dat soort dingen. Ja, lekker man. Oh, lijp, bro. Heb jij helemaal niet gegourmet? Nee, dit keer niet. Normaal wel altijd, maar... Nee, dit keer niet. Damn, bro. Oké. Okay. Dat was ook uniek voor ons. Oh wel, dus het is niet alsof Nee, normaal doen we dat wel altijd. Oké. Maar nu was het gewoon een keertje chic de friemel, gewoon even een keertje lijpie. Ja, dat. Lekker bro. Lekker. Gourmet drie keer, kerstbuffet van de keurslager. Damn, gast. Oh, dat is wel heel lekker bro. Dat klinkt ook goed, ja. Zo, nicey bro. Ad Games, 325 euro. Ik speel dart in de rolstoel. Speel jij nog dart? Zeker, bro. Fucking lijp. Darten doe ik eigenlijk wel elke dag. Ik vind het zo leuk. Wat is het hoogste dat je hebt uitgegooid, Roy? Nou, dan moet ik even nadenken. Ja, dat is trouwens, dat weet ik. Shanghai, 120. Ja, netjes. Ja, en ik heb een keer 170 gegooid, maar dat was niet de bedoeling. Logisch. Toen begon ik gewoon met bullseye, want ik ging de hele boelen. Toen dacht ik, nou, ja. Ik heb bullseye gegooid, dat wilde ik. Laat ik nu verder gaan op de triple 20. En toen gooide ik nog twee keer triple 20 erbij. Netjes. Dus het was niet dat ik het uitgooide, maar het was wel dat ik het heb gegooid, zeg maar. Dus, wie was dat dan? Je de pijl achter in de andere pijl gooit? Ja, vaak zat, bro. Dat is de Robin Hood. Ja. Ik heb zo vaak gehad. Je hele pijl naar de kloot als je dat te vaak hebt. Ja, kloot. Maar dat je ook veel dan? Ja, zeker. Echt? Dat ik, ja, zeker. Kan je het een beetje? Wel redelijk, maar niet super of zo. Ik denk niet dat gek, mijn gemiddelde niet gek. Ik denk als ik een potje doe, 501, dat mijn gemiddelde een beetje tussen de 40 en de 60 ligt. Oh ja, oké. Okay. Gewoon dus leuk. Niet, gewoon een kroegdarter, zeg maar. Ja, precies. Heb ik ook. Even kijken, die. Als ik een beetje geluk heb, dan gooi ik in één keer wat geks aan, maar... Voor de rest. Gooi ik wat geks al.
Lekker dik. Hey joh, zit je nou mijn kist te jatten? Ja, nee, mijn kist. Wat een guy. Gewoon niemand hier kan, dus net is de hele tijd druk. Ja, maar dat komt dan omdat de bus er overheen vliegt. Die. En dan doen we die daar, ik denk zo. Ja. Waarom zit... Maat, hoe vaak moet ik hier slaan om die kist te krijgen? Ongekend. Wat heb ik een partij bouwd, zeg? Dat is echt niet normaal. Ik ook. Yo, ik heb alleen een groene shotgun. Dat is nog niet eens een pump ook. Ik heb wel een pump. Hierboven ligt nog een grijze pump. Ja. Dus ik word voor nu wel even met deze. SMG, laten we die nog maar meenemen. Of zo. Hoppa. Zo. Ik heb hier nog een shieldfish, kan ik niet meenemen. Misschien kan ik nog innemen. Hey, kijk, dit is beter. Eén kistje. En één keer is alles anders. Snow lounge, neem ik ook wel mee. Ik had eigenlijk even die slurp ook moeten nemen. Ik heb twee medkits mee, dus als jij die mee kan nemen, die minis. Ja, is helemaal goed. Die heb ik. Nice. Hier zit goed zo van die tonnetjes juist. Laten we gewoon naar voren bewegen, man. Je hebt een launchpadje. Goed, pakketje. Ik zit in de waggie. Ja, cool. Hé, hier ligt nog een blauwe scar. Die ben jij niet nodig? Die heb ik niet nodig, nee. Want ik heb al ook al een blauwe scar. Hier ligt ook nog zo'n fish. Die had jij volgens mij al, dus daar kunnen we twee van meenemen dan. Nee, ik had die gedropt voor minis. Oh, oké. Okay. De launchpad daar is wel echt nice, bro. Ja, klopt. Als je trouwens rockets hebt, moet je het ook even laten weten. Ik heb zo'n egg launcher. Ik heb er twee. Jongen, weg even altijd die bomen meenemen. Heb jij die blades? Jazeker. Heb je hier ook gerapt? Right. Wil jij ruilen, bro? Met dat jij de grappler neemt en ik de blades? Ja, is goed. Jij let je beter, zeg maar. Hiermee maak ik meer kans. Is goed. Right. Thanks, bro. Geen probleem. Hier zijn... Dit is al geloot. Oh ja, ja. Hey, laten we naar het stadje hier gaan. Ja, pak nog even deze kist. Oh. Het is wel weer lekker om Fortnite te spelen, man. Helemaal top. Ja, bro, oprecht. Echt, hier, heel erg chill. Hier is een dikke vibe, bro. Ik word echt gemist, man. Ik heb geen sniper, dat is wel taai. Oh ja, sniper. Oké, zo. Laten we dit fight houden. Ja, cool. Dan met je. Dit ziet er leuk uit. Heb je een beetje veel mats? Ja, man. Oké, nice. Hij is naar beneden gedropt, die gozer. Hij is nu hier. Ja. Of hij is nu nog lager. Ik denk dat hij nog lager is. Waarschijnlijk zit hij in het bosje, bro. Welke? Ik denk dat hij hier zit. Denk ik. Let's test it out. Niet? Geen hits. Hij reboot, bro. Oh, nice. Hij is klaar. Ik zit hem in de lucht. Zie ik uit de lucht. Hij is soms een dood. Ja, white. Dood. Not. Lekker. 55! Lekker. Ga erop. Schiet hem open. Oh, hij is white! Dood. Lekker bro, heerlijk. Let go bro. Goeie. Dit speelden we heel lekker bro. Ja, dit was nice bro. Ik ga niet eens voor jou liegen. Kijk, een snipertje. Okay, ik moet even white healing gaan zoeken. Ik kan het nog even in de kluis kijken denk ik. Ja, die kluis kan nog open trouwens. Wat? Wacht, je hebt die badge inderdaad. Hebben we die niet opengemaakt? Nee. Oké. Die kluis die appeert gewoon nog op mijn
om mijn UI, zeg maar. Dus we kunnen er gewoon nog heen. Hele Hebben ze het sliden gepatcht? Voelt... Heel vaak mis ik de slide. Huh. Hey, oh, lijkt alsof daar iets... Lijkt alsof er timing-wise iets... Hey! Dat dacht ik al. Wow. Kun je, kom je weg? Wow. Het is zo triest, jongen. Ik zag het al helemaal volgebouwd worden. Ik wist het gewoon. Wat een nerds, bro. Echt, het is echt zo ongelooflijk triest. Nee, badge is dus nog steeds gewoon tot 50 shield. Ik had gehoopt dat ze dat gepatcht zouden hebben. Of weer aangepast zouden hebben in ieder geval, maar niet dus. Yo, wat zijn dit voor guys, hoor. Ja, is terug. Ja, niet normaal. Zij blijven daar waarschijnlijk ook gewoon zitten, of niet? Ja, geen idee. Als ze pakken die kluis, gaan er dan uit. Maar je hebt sowieso nog 220 seconden daarvan. Ja, ze kunnen de kluis niet in, want ik heb de badge. Dus ze kunnen... Oh ja, wel, de kluis is open nu. Opengemaakt. Ja, ja, het is opengemaakt. Oh, wat een nerds, bro. Maar misschien dat ze daarna wel weggaan. Ja. Ja, ik moet het er niet op gokken inderdaad, om nu al te gaan. Ja, klopt. Ik zal gewoon lekker die tijd nemen, die tijd gebruiken. Ja. 100% hè. Wauw, wel heel treurig dit hoor, bro. Jezus, man. Echt heel zielig. Maar ja. Het is wat het is. Oké. Okay. Oké. Out of stock. Zie je met dit, nee? Ik wil de big shields halen. Oh, ja. Zo is ergens te campen, bro. Dit is echt zo triest. Fuck! Het is was nog bijna weg ook gewoon. Wat een nerd, jongen. Echt. Echt zo triest. Oh, what the fuck? Bro, alles was ook van hun daar, man. Ik kan het replacen, maar anderzijds. Dan te triest, bro. Het is echt niet normaal. Holy shit. Kijk, ze zitten ook. Ze gaan daar gewoon serieus de game uitspelen, man. Wat de sukkels, bro. Wow, yo. Echt, jongen, het is ongekend. Oh, joi. Adgames, 5 euro. Al 13 keer 180 heb ik gegooid. En 2 keer 170. Netjes, bro. Ja, ik ook wel echt al meer dan 20 keer 180. Gisteren nog eentje gegooid, trouwens. Ja. Oh, dit zijn echt hele trieste gastjes, bro. Maar nee, dit is ongelooflijk. Zo. Dat is echt heftig, bro. Hoe kun je zo... Hoe vind je het überhaupt leuk, bro, om zo te spelen? Ik snap dat ook niet. Normaal. Nou, ik probeer dat ook te begrijpen, maar dat snap ik ook niet. Ze tunnelen ook echt alles. Ze maken al hun edits maken ze van hen, zeg maar. Van hun, ja. Moet ik zeggen. Wat doen zij, bro? We komen ook daar binnen inderdaad. Het staat helemaal vol, maar gewoon omdat wij die gasten gekild hadden met de badge, had ik het niet verwacht. Dat, ja. Ik dacht dat het van die gasten was, weet je? Ja, precies. Wat een nerdjes, bro. Ongekend. Ze hebben een volgende slachtoffer gevonden, hoor. Ja? Ja. We zitten nu weer met een duo te fight. Wat een drag is, bro. Niet normaal.
zijn nog slecht ook, hè? Ze zijn echt slecht. Ja, tuurlijk ben je slecht als je zo speelt. Oh, wat zijn ze slecht, als dat bro. De manier is hoe je de kills moet maken, hè? Niet normaal. Wat zijn ze slecht, bro. Lijp. Arakjax zegt, ik ben nu zelf naar champion aan het pushen. Lekker bezig, bro. Hoe ver ben je? Hoe ver ben je in de process? Ben net, wat heb ik gemist, Roy? Niet veel, Phoenix. Je komt op het goede moment. Nu gaan we pieken, bro. Even vooral kijken. Nu gaan we even lijp. Let's see. Laten we... Even kijken, Nick. Ja? Laten we dit huisje pakken. Ja? Dan hier allemaal ground loot pakken. En dan gelijk hier naar binnen rennen en hem pakken, ja? Ja, is goed. Gewoon no time to waste. Let's go. Gaan we. Oké, let's go. Morgen ook maar weer even een paar potjes darten. Heerlijk om te doen, zo is het ook, Mikey. Oh, er is een gozer daar, zie je? Ja. Pak hier gewoon ground loot wapen. Veel betere landing rennen dan ik. Ja. Ah, ik heb niks, gewoon niet huizen eigenlijk. Maar ik doe het wel. De shotgun. Van mij. Hij is op mij. Ik ben dood. En bij je. Oké, is onder. De minis. Knocked. 88 kwijt bij de deur. Zo, ik ben 1 HP. Lekker. Ongekend. Nice. Oké, bro, ik ga niet eens die bots fighten nu, want dan ga ik dood door die bots. Dat wil ik echt niet. Ik heb wel een big shield zien liggen hier op het pleintje. Ga maar even kijken. Ja, ik ga die even halen. Ja, hij ligt er. Anders moeten we naar dit huis even gaan, denk ik. Bot wordt gefight. Er zijn 1 kogel. Bot is bijna dood, bro. Hij is nu geheeld. We kunnen wel de fight aangaan, maar ik ben echt 1 kogel, hè? Ja, wacht. Ik ga alleen even gluren. Oké. Okay. Ik ben met je mee. Ja. Ze hebben hem al. Bots komen nu op ze af. Wacht, laten we in de kluis zitten, kom. In de kluis? Ja, hier, gewoon hier. Yes. Jammer. Die wacht er nog eens. Ik moet in die hoek komen. Ga komen, moet. Oh, jij bent ook echt ziek, Week. Ja bro, ik ben 1 HP. Ik ben echt 1 kogel. Ik weet echt niet wat ik hier moet gaan doen. Ik ga het proberen. Gewoon heady schieten, bro. Er is een glitch dat we trouwens gewoon in de kluis kunnen op een manier, hè? Met een auto. Meen je niet? Ja, maar dan als hij dan niet geopend wordt... Komt-ie, dan, komt-ie, komt-ie. Ik heb eentje echt een goede headshot gegeven, maar... Ja, de lul. Oh, klinger! Jammer! Ja. Ja, dat was kansloos. Jammer. Ja, helaas. Jammer dat ze ons ook gelijk door hadden ofzo. We hadden gewoon waarschijnlijk te veel geluid gemaakt daarom. Ja, dat denk ik ook. Oké, nu wordt hij voor ons, man. Kom op. Precies. Come on, bro.
Nou, ze komen duidelijk niet vaak in deze kluis. Ze zetten twee van die piramides neer, maar dat werkt hier niet. Mm-hmm. Daarmee loot je niet alles, bro. Ja, inderdaad. Ja, maar je pakt daar wel alle goud mee. Ook niet. Nee, dat bleef ook staan. Wel? Ja, dat bleef ook staan, bro. Oh. Ja. Dan staat misschien wel een nieuwe update. Ja. Geen idee, man. Ons potje komt zo wel, jongens. We moeten gewoon even opwarmen. Ik bedoel, we hebben allebei gewoon echt even een tijdje geen Fortnite gespeeld. Dus het is gewoon weer even een kwestie van warm worden. En dan gaat het vanzelf alweer allemaal rollen, jongens. Klopt. Want we hebben goed. 100. Oh, lijp. Oh. Ze worden gesnowball-launched in de kluis, bro. Ze zitten trapped. Oh, het leek mij oprecht gewoon grappig om dat gewoon te proberen. Dat één van ons de kluis inglitcht. En dat dan gewoon zeg maar één iemand in de kluis staat te wachten. De andere die gaat dan gewoon die gasten schieten van achter de bosjes. En dan uiteindelijk lopen ze wiek de kluis in. En dan staat iemand anders vast zijn neus. Ja, maar ja, een glitch is wel gewoon... Ja, I don't know, bro. Is het echt mogelijk, ja? Wacht, laat me één keer... Ik ga één keer opzoeken hoe dat moet. Ja, Zoek jij dat maar eens even op. Invest je nu nog in crypto? Nee, nu niet, man. Nee, as we speak niet. Zit ik niet in crypto. Wel andere investeringen, maar crypto niet. Oké dan. Ja, ik kon het niet zo snel vinden. Hmm. Deze chat ook. Ja, deze chat lees ik ook. Owned by Christian via Kik. Zeker weten we ook. Lees alle chats. Oké, daar gaan we, maat. Kom op. Dit wordt hem even. Hier of daar? Nee, Rosping. Gewoon de oude strategie is het ware. Oké. Okay. Ja. Probeer een matchje te landen in de zolder. Ja, oké. Guy bij ons. Oeh, ben ik zo scheef. Oh. Kut, ik dacht misschien als hij 20 HP is, sla ik hem dood. Jammer. Niet met slaan. Ja, ik denk, je hebt hem waarschijnlijk dan wel heel weak als je zo'n close nee, fight had. Nee, ik was zo scheef. Jammer, man. Jammer. Ongekend. Ik had echt een faal in. Tjee, bro. Ja, dan zijn we allebei gewoon nog even niet op ons best, maar dat is maar gewoon even wat het is. Ja, klopt. Is maar gewoon even wat het is, jongens. Sherelle zegt, ik was net even trouwfoto's kijken. Ik dacht, zijn wel genoeg bots. Ja, Sherelle, het was echt heel treurig net even in de chat. Was iemand constant racistische shit aan het spammen en er werd gewoon niemand greep in. Dus we moeten waarschijnlijk wel even wat mods aannemen voor zowel Twitch als YouTube. YouTube is dat volgens mij ook de laatste tijd een beetje een thema. En we gaan natuurlijk het nieuwe jaar in, dus we moeten wel even het nieuwe jaar ingaan met genoeg mods. Maar dat gaan we sowieso fixen. Allemaal geband, heel goed. Terugwerkende kracht en al die gastjes met racistische termen zijn gelukkig allemaal geband, dus dat is top. Maar Oké, bro. Ja? Eén iemand die moet zeg maar rechts tegen de kluis aanstaan en de ander moet er met de auto tegenaan rijden. Dat is, is het. Is het een poging waard? Ja, het is wel een poging waard, ja. Lijkt wel grappig, ik zeg heel eerlijk. Het is wel geinig, ja. Oké, maar laten we dan wel gewoon die ene kluis doen. Okay, ja, is goed, prima. Gewoon de kluis, zeg maar. Ja. Oké, maar dan weet jij dan waar je een auto moet halen? Ik denk dat hij daar wel dichtbij staat. Okay. Laat me heel snel een keer kijken waar die etiketten staan. Want daar kan je ook heel makkelijk naar binnen rijden. Dus ik denk dat daar dan het beste is om te proberen. Ja, klopt. Als dit werkt, ik krijg een stuk. Ik weet niet of je voor zoiets geband kan worden, Fortnite. Ja, nee, denk ik niet. Ja, er staat een kluis daarboven. Of een kluis, een auto daarboven bij die brug. Kijk hier. Hier staat een auto. Dan kan ik direct daarheen rijden. Maar dan moet even jij, kijken, waar ben je? Dan moet jij,
Nou ja, daar. Hier, daar meteen te staan. Als jij dan hier wapens pakt, dan rijk ik er direct tegenaan. Ja, ik rijk ik daarna weer weg. Want jou... waar, ja, moet ik, waar moet ik dan staan? Rechts tegen de kluis aan. Oké. Okay. Helemaal in het hoekje. Als dit wat wordt. Oh, Johnny zegt je komt er niet uit. Ja, maar ja, ja, die kluis wordt sowieso wel geopend door iemand. Iemand anders, ja, gaat hem openen, want ik rijd met die auto weer weg, zeg maar, naar achter. Ik laat ook alle kistjes gewoon ongeopend. Ja, ja, precies. Want anders, ja, je weet kan er best één openen. Je kan er best één openen. Dus er moet sowieso het geluid van die special chest moeten nog zijn. Precies, ja, ja, ja. Uit. En waarschijnlijk sowieso een normaal kistje gewoon een, okay, paar dingen laten staan. En zie je dit dan? Kom op. Oh, wat een kut idee gaat dit zijn, hè? Ik zie geen auto staan. Oh jee. Ik heb nog geen auto. Heb ik pech? Die onder een auto. Hier onder staat ook geen auto. Oké, we hebben geen auto, bro. Dan wordt het heel moeilijk. Ja, dat klopt. Laten we de andere pad doen. Ik kom direct bij Night toe. Even loot pakken. Ja. Ja. Oh, nice. Die. Oké, ik heb wapentjes. Ik heb ook blades, dus ik kom er direct aan. Oeh. Heel nice, bro. Oké. Okay. Laten we die bot killen dan, bro. Ja, let's go. Ik heb nog shield hier. Hier blades. Oh, nice, bro. Pak dit. Ja, oké, okay, let's go. Niemand is nog met die bot aan het fighten, of wel? Nee, niemand. Hoppa. Nice, hoor. Oké. Okay. Dat hebben we even snel gedaan. Vinden. Dan ga ik er op die trap zitten. Oh, oude snipe. Lekker. Ik heb inderdaad weer van die klingers. Nice. Oké, okay, dit is de game, bro. We hebben allebei een sniper. Echt, hè? Dit is heel erg nice. En wat voor een? Drummag, die en die. Ik zie niemand staan. Missile break is ook goed. Lekker, man. Ja, dit zijn de wapens. Heb jij veel sniperbullets of niet? Ja, ik heb echt heel veel. Zie je dat? Oké, ik ga hier op de trap zitten. Ik weet niet of de bot... Ik denk dat de bot boven ons loopt. Zou kunnen. Nee. Ik hoor iemand kruipen. Hier rechts kruipt iemand, 100%. Doe eens wat de kreupende mensen zijn hier. Mhm. Je wordt zo op, toch? Klopt. Ik ga weg, ja? Komt ie? Ja. Probeer te spotten waar het vandaan komt, maar ik zie nog niks. Oké. Okay. Een bot naast je, op de trap. Ja. Waarschijnlijk is dat de kruipende guy die je bedoelt. Die is nu dood. Bot, ja. Oké. Okay. Not sure. Ik hoor nog meer bots, maar dat zijn gewoon de bots inderdaad. Ik ga eens verder kijken. Ja, hier kwamen ook nog footsteps, hoor. Dus pas op vanaf die kant.
Okay. Dus de kant niet vertrouwen, zit daar. Hier is een medkit. Neem ik wel mee trouwens. Ja. Ja, of er zijn geen mensen meer, dan kunnen we het gewoon looten. Ja, maar ja. Daar ben ik dus niet zeker van, hoor. Nee, ik ook niet. Even boven checken. Ja, ga ik naar boven. Zone is er ook al. Ja. Hebben we prima zone op zich? Mij zit wel best, ja. Ja. Er waren hier toch nog wel meer, of niet? Hier ligt nog een capture, bro, voor jou. Om weer te pingen. Goed. Drop ik wel met kit. Ben jij of wat? Ja, ik zit van bad. Of dat is een normaal iemand die daar binnen rent, man. Er hakt iemand hier. Ik weet bots kunnen hakken, maar... Kijk, ik heb hier nog veel kistjes, die pak ik eventjes. Ja. Maar ik weet niet of die bot nu aan het hakken was of dat het echt iemand is. Nee, ik heb ook blades. Oh, dit is oh echt nice. Game. Zo, dit is echt zwaar hard de game, man. Nou, laten we dan gewoon lekker wat gaan pushen, bro. Eerlijk. Ja, dat is goed. Ik heb nog helemaal geen materiaal trouwens. Dat is wel nog even... Ik weet niet, om te ik kan niet veel. Ik ga die nu een beetje farmen. Ja. Kan die ook weg. Ja, deze gaan we winnen, man. Volgens mij op de trein, man. Volgens mij, wat vanaf de trein geschoten? Ja, ja, daar, daar, daar. Twee teams. Oh, ja? Kijk, zo, het kwam bij mij in. Oké, laten we erop afgaan, man. Ja, let's go. Volgens mij zit hij laag. In de bush. Hij gaat hoog. Op. Ja. Dat is een grapje, denk ik. Gaat naast ons, volgens mij vanaf daar. Ja, hij zit erop, inderdaad. Ik ben gesniped. Dat was niet handig. Is geraakt. Ja, goed ook. Ja. Hij schiet op zijn shield. Oh, ik ben headshot sniped. Omdat ik je wilde helpen. Fuck. Ja, hij komt halen, hij komt halen. Ik ben dood. Tenminste, hij heeft mijn hard gehit. En ik ben finish, ja. Jammer, man. Okay. Dat is te dedicated op jou helpen, bro. Word ik zelf geheadshot sniped. Ja, die sta je. Waar zat hij? Ja, in mijn box gewoon. Let ik in mijn box. Headshot snipe jou ook, what the fuck, bro. Heel bizar. Ik heb die gozer niet eens gezien. Het was gewoon uit niets, was kapot dood. Weg. Ja, daar sta je. Maar dat is echt goed. Ah, het is gewoon echt zonde dit. Kutzo, bro. Zoveel goede loot. Holy shit. Oeh. Jammer. Ja jongens, ik ging te dedicated in het helpen van Nick. Ik hoorde dat hij gewoon gesniped was. Ik denk, ik ga hem helpen. Ik ga naar hem kijken. Ik hit die gozer op zijn schild. En ja, je wordt zelf gewoon gepopt. Dat doe je gewoon, ja, wat doe je eraan? Ja, niet zo dedicated gaan op het helpen of jezelf inbouwen. I don't fucking know, bro. Ik kan er zoveel van zeggen. Bovenal is het gewoon jammer en bovenal zie je gewoon duidelijk dat we allebei gewoon niet ingespeeld zijn. Dat dit soort dingen gebeuren. Dit zijn gewoon dingen die ons niet overkwamen toen we gewoon elke dag Fortnite speelden, urenlang. Ja, dat moet gewoon weer even terugkomen, die grind, bro. Dus dat is helemaal geen probleem. Dat komt ook gewoon wel weer. Maar geef ons daar even de tijd voor. Je merkt gewoon nog duidelijk dat we niet daar zijn. We zijn nog niet op niveau, bro. We zijn gewoon nog echt niet op niveau.
No build is chiller omdat je minder sweats hebt, maar build is chiller omdat het toffer is ofzo. Ja, build gebeurt gewoon meer. Build is je gevoel van voldoening als je een win pakt, of als je lijpe kills pakt, of whatever, is gewoon veel groter ofzo. Ja, ik weet niet hoe ik het anders moet uitleggen. En je kan gewoon overal een leuke fight hebben, doordat je kan bouwen. Klopt. Ja, bij je no-build moet je ook nog gezegd geluk hebben. Ja, precies. Dat je gewoon maar net aan de map met je mee hebt en... Ja. Ik weet niet, bro. Te veel je moet afhankelijk van met je de map. Loot die je krijgt. Ja. Het is ook wel leuk hoor, no-build. Maar ik vind met bouwen wel gewoon leuker, ben ik achtergekomen. Dat is het meer. Oké. Ja, man. Gaan we kijken of hier een auto staat? Ik weet dat hij er nu wel staat. Oké, jij dedicate op het bot, toch? In de zin van jij called. Ja. Uit. Wat is het plan voor oud en nieuw? Gewoon chilling, man. Bij vrienden van mij. Hier in de buurt. Niet heel gek ga ik het maken of zo hoor. En nu even die lobby leeg schieten. Er is wel een auto hier, bro. Alright, oké. Dan doen we het gewoon op plan. Ja? Kunnen jij gaan daar? Ja. Zo, die kan het niet. Ik ben echt benieuwd hoe het werkt. Heel eerlijk. Nee. Ik ga hem wat aanlaken. Oké, moet je rechts in die hoek gaan staan. Zo? Ja, denk ik. Lukt nog niet. Ah, ik ga links staan. Komt er een aan? Ja. Maar misschien weet ik het niet meer hoor. Denk het niet. Maar of ik doe iets verkeerd. Moet naar kijken. Ja, ik weinig was. Moet het niet met Lambo, zegt Johnny. Probeer eens ook tegen de muur aan te rennen. Dat je sprint. Geen idee. Nope. Probeer nog eens rechts. Je moet burger en er tegenaan lopen. Wacht, ik of loop in, nu. Of in het midden. Kom maar. Doe eens één keer in het midden. Oh ja, nou ja, wel bijna, man. Ja? Mijn gevoel wel. Je moet in het midden staan. Oh, achteruit, aan. Achteruit. Hij is echt heel hard git. Eentje, die komt nu. Hij staat bovenop. Wow, yo, wel. Nou, dit was echt een kut idee. Oh, je moet ik moet achteruit rijden. Jij moet achteruit rijden? Ik moet achteruit rijden. Oh. Nou ja, oké. Laten we het dan nog een keer proberen, denk ik. Je moet bukken. Kijk, zoek even goed het filmpje op, bro. Want anders gaan we nu eeuwig kutten. Dus dan kunnen we beter maar gewoon nu even in één keer goed weten wat we moeten doen. Of we stoppen gewoon met het proberen. Dat kan natuurlijk ook, maar... Ergens is het wel grappig als het lukt. Mhm. Maar dan moeten we wel voor 100% zeker weten wat we moeten doen. Ja, klopt. Even kijken, donaties trouwens. Tibe, 8 euro. Hey Roy, ik ben net Tibe. Ik ben echt blij hoe je me een beetje hebt getroost met jouw berichtje. Ik word er nu al blij van als ik naar jouw stream kijk. Je maakt me beter en beter. Ik kan steeds elke dag alles op een rij zetten. Bedankt voor jouw steun, man. Tibe, dankjewel, broeder. Thanks voor je mooie woorden. En nogmaals, heel veel sterkte, heel veel beterschap met wat er nu in jouw leven gaande is.
Waarvan ik niet per se weet of je dat wilt delen in de stream. Dus dat laten we ook gewoon lekker in het midden. Maar Tibe, shout-out naar jou, maatje. En rustig aan, bro. You got this. Drieën van Troy, kan je een SO doen naar Dylan? Dylan, shout-out naar jou, maatje. Dankjewel voor de 3 uur donatie. En Shegu52, Jogo, wie heeft ooit jouw logo er ontworpen? Dat heeft Vincent ooit gedaan. Vincent. Kennen jullie hem nog van vroeger? Van de Xbox Gaming groep als het ware, Vincent. Hij heeft dat ooit ontworpen. Echt een held gewoon. Want het ziet er zo lijp uit. Ik vind het nog steeds echt een zo'n lijp logo. Zo herkenbaar. Niet normaal. Dus ik ben daar echt heel erg blij mee. Nick, jongen, mijn medetukker. Kan je dag tegen hem zeggen? Nou, Nick, je hoort het. Verse medetukker. Slaapt hij ook zoveel, ja? Heerlijk. Wordt tijd dat je 1 miljoen aantikt, man. Je verdient het. Ja, we zijn wel lekker op weg, hè, jongens. Laten we vandaag die 970k halen dan. Dat zou wel heel ziek zijn, hoor. We zitten nu op 969.930 inmiddels. Dus nog 70 abonnees voor de 970k. Dan moet ik nog maar, relatief gezien, is dat een maar. Als je kijkt vanaf hoe ver je moet komen om de 1 miljoen te halen. Nog maar 30.000 abonnees. Holy damn. En dat zijn er nog best wel wat. Maar zoals gezegd, in verhouding gezien, relatief gezien, is 30.000 op een miljoen is niet veel. Right? Mm-hmm. Klopt. Dat is 3%. Dan moeten we nog 3%. Zegt het goed? Ja, het zegt goed. Dan moeten we nog 3%. Dus als we nu nog 69 abonnees halen, dan zit ik op 97% richting de miljoen. Damn. Dan zit ik gewoon op 97% van de 1 miljoen abonnees. Dat is wel echt heel ziek. Ja, dat is wel echt heel ziek. Lijp. Heel erg lijp. Ik heb hier een Lambo, maar... Ja, ik weet nou niet of hier iemand landt. Oké, ik heb scheid. Oh, was het mis. Heb je een wapen? Ja, man. Kijk wat er niet klein is. Ja? En daar? Niet tussen daar, ja. Even dit ding pakken. Oké, wat moet ik doen? Weet je het al? Ja, je moet... Ah, die kut. Maar je moet gewoon tegen de kruis aanlopen. Dus gewoon in het midden? Ja. Oh. Ja, nee, rechts zijkant. Rechtszijkant. Ja, kom maar aan. Gewoon rechts er tegenaan. Dus hier? Ja. Het achteruit rijden gaat onwijs kut. Jezus. Maat. Hij gaat zeg maar sturen met mijn muis. Loop er tegenaan. Ja. Lukt dat? Probeer nog eens. Oké, dan blijf ik hier wel tegenaan lopen. Kijk of dat lukt. Mijn gevoel is het wel meer kans. Is het aan? Of niet? Lukt het? Nee, hè? Doe nog eens. Ik moet bukken. Oké, kom nu eens. Ja, stap maar in. Fuck dit. Nog één keer, nog één keer. Oké. Oh ja. Ja? Ja man, ja! Ja! Ik zit erin! Hij zit in de kruis, man. Ik niet te veel gelijk maken, niet te veel gelijk maken. Nee, kom. Is de kill in de bot? Wat is dit, joh? Oké, ik probeer van de afstand mee te schieten als ze komen. Heb je een shotgun ook? Ja. Ik heb een paar shotties. Ik ga stuk. Dat was ik nog, joh. Ja, ik kan trouwens helemaal niet goed meeschieten als ze gaan zo daar een muurtje bouwen.
Ik zie iemand. Ik ga sowieso. Hier is ze komen. Ik schiet op Sas afleiding. Ja. Oké. Okay. Ik wil jouw POV zo graag zien. Kan jij op mij schieten? Ja? Ja, ik kan niet. Er staan ook mensen bovenop. En wat is ze maar uit zo? Oh mijn eens, ik heb ze! Ik heb ze! Nooit. Nee. Je moet me helpen, je moet me helpen. Kom snel. Oh. Ik kom nog een team. Nooit. Oh, maar deze, man. Nooit dat we dit hebben gedaan. Oh, maar deze. Nooit. Dit mag echt niet. Ik heb Blaze, zie je? Yo, ik heb ook. Neem. Oké. Okay. Oh, damn, bro. Oh, damn. Ze zijn. Ik heal. Oh, pas op. Oh. Hold gewoon. Ik heb 3 bulls, bro. Ik pak een sniper, misschien kan ik eentje headshotten. Kom. Eentje dood? Nee, niet. Low. Ik heb hem! Oh my days! Oh. Deze quickscope moet je zien! Oh my god, deze quickscope moet je zien! Holy shit. Dit is echt zo vies. Dit is echt... Oh, bro. Maat, kunnen we even een pauze nemen? Want ik wil echt eigenlijk heel graag zien hoe jij de kleding gaat. Ja, is goed. Ja, is goed. Ja, dit ga je geweldig vinden. Dit ga je geweldig vinden. Oké, laat me even. En neem de badge. Dit. Oh, dus eerst die badge en daarna de backpot. Ja. Oké. Okay. Oh, wil ik even voor. Dit moet ik echt even zien. Ja, dit moet jij zeker even zien, maat. Oh, dit is walgelijk wat hier is gebeurd. Oh, oké. Okay. Ik kan erbij pakken. Drummac, die en die. Ja, ergens voel ik me ook heel triest, bro. Dat ze dit hebben gedaan. Bro, die mensen. Die hebben mij 100% gereport trouwens voor cheating. Die hebben me 100% gereport voor cheating. Het is een fout van het spel, dus in principe is het niet jouw schuld, zeg maar. Snap je? Of zeg maar. Ja, het is echt hun eigen fout dat het kan. Oké, wacht. Oh, bro, dit kan toch niet? Oh, dit kan ik ben aan het kijken. Ik ben nu aan het kijken. Oh, bro. Oh, jee. Nee, dit mag echt niet. Oh, dit mag echt niet. Zag je ook echt hoe erg ik ze off-guard pakte? Ze had echt geen idee wat ze overkwam. Ze moesten zo snel schakelen. Ik wil ook zo graag weten hoe zij hebben gereageerd, bro. Er zijn controllers kapot gegaan. 100%, bro. Die zijn echt kwaad geworden, dat kan niet anders. Oké, die badge weer droppen, bro. Dan kan je die big pot innemen en dan kunnen we weg. De cirkel. Ja, wacht. Ik kijk nu naar die snipe. 1 seconde. Oh, je moet er wel even nu op. Dan kan ik alvast boeken. Oké, ik heb hem gezien. Ziek. Oké, ja. Zag je die snipe? Ja, tering ziek. Dat is lijp, hè? Oh mijn god. Dat is ziek. Ongelooflijk. Wat een treurigheid, ouwe. Oh, wat is dit treurig? Dat is echt het meest treurige wat ik ooit heb gedaan op Fortnite, denk ik. Oh, het voelt het goed. Ja, het was wel heel grappig. Oh. Het was wel heel grappig, ouwe. Oké. Okay. Je kan dus een enkele healing maar halen. Hé, er is een badge naast ons, bro. Rechts van ons, kom. Ah ja. Ik heb 2 builds, bro. Wacht even. Hij is hier met een auto of zo. Ja, hij is hier met een auto. Ik kan echt geen fight aangaan. Oké. Chill. Hij is hier. Kan hem. Zo, morgen.
Ja, ja, hier moet ik ook weg. Ik ga weg. Wow, wow, bro. Word ik van de andere kant gehit, ouwe. De andere kant heeft me gesmekt. Wauw, jongen. Ze fighten. Oké. Okay. Ik lig hier nu safe in een inkepingtje. Ja? Probeer je helemaal weg te gaan? Wacht. Ik denk oprecht. Nooit! Ik snipe even 110 uit de lucht. Ik kom richting jou. Als je, ja, man, als je nu komt. Je hebt die blades toch? Dan kan je hem hier gewoon inboxen. Ja, ja. Ze zijn vol in fight met z'n vieren. 36 HP, 34, 32. Je kan me hier inboxen, je kan me resken. 20 HP. 18. Ja, bro. Oh, maar deze. Ik heb 8 builds. Direct die blades zijn weg, hè? Dank je, dank je, dank je. Nick! Oh, maar deze! Dit is lekker. Big Pot, oh mijn god. Let's go! Ja! Lekker dan. Cool, dat Nick. Wat een rest. Dit is echt lekker. Wat een rest, bro. We zitten er nog steeds nog in barrels. Ik heb 110. Ja, ja, snap ik, snap ik. Ik kan ook zo weg. Maar ik zit eigenlijk wel heel leuk hun de hele tijd te raken. Oh, dat is wel lachen. Nou, ik ben bijna weer recovered, trouwens. Sterk, misschien kan je wel bandages. Even mee gaan, ik, ja, ik kom wel meehelpen, bro. Nou, trouwens, ik kom naar jou, bro. We kunnen ze op... We gaan ze daar opwachten op die brug. Op blauw? Ik heb een kill. Omdat die dood is in de storm. En ik heb een geluid. Nee, niet. Ik ben bij je, ben bij je. Ja, ja. Oké, daar links op straat. Ik zie hem, ik zie hem, ik zie hem. Huh? Zie ik hem niet meer. Oh, hij is heel snel. Ik weet niet of hij alleen is. Nou, rechts is er ook nog één. Daar achter die steen. Ja. Volgens mij is hij geschokt heeft. 110 eentje. Nice. En die andere is Jan nu onder tegels ons. Aan. Zie je hem? Waar, waar? Ik zie hem niet. Jan is er ook. Ja. Kom zelf verder, kom zelf wat verder. Volgende werk pakken. Zie je hem? Hij zit bij de reboot fan. Okay. Ter hoogte van de reboot fan. Je ziet hem hier denk ik niet. Daar loopt hij. 22, nog een keer 22, shield broke. Die is er niet precies. Ik sta hier boven. Ja. Ik zie ze niet. Ja, ik zie ze links. Oh ja, ik zie hem ook. Eentje zal verder. Oh, knock! Niet! Ja, ja, knock. Terwijl hij aan het zwemmen was. Oh, lijp. Hij boot hem in. Moet hij dat ding kapot schieten ook? Nog een team schiet op ons, dat is een gekut. Volgens mij vanaf fair wel. Hij shockwave naar daar. Oh, als ik die had maar. Oh, die heb ik, die heb ik! Heb je hem? Ja, bro, ja! Man, ja, man, onze loot ligt hier! Oh my days. Oké, okay, ik heb ook echt goede loot nu. Ik zeg je heel eerlijk. Let's go, gast. We werden nog een sniper links. Ja, die dat zie is bij ik, jou, ziet dat ik. Is bij jou de buurt. Ja. Oh! Lukt het? Voor nu nog, voor nu nog. Ik kan niet snel bij je toe komen, kut. Fuck, ik kan hier ook gewoon nergens bouwen. Zit ze op ze te schieten, man, maar... Oké, ik probeer nu te komen. Ik ben onderweg. Verwijderd van veiligheid gewoon, bro. Oh. Shit! Oh, ik kan hier zo boos om worden. Ga weg. Oh, ja, mijn god. Ik was één fucking frame verwijderd van... In ieder geval wegwezen daar gewoon. Kutzooi, bro. Oh, man.
teringzooi, gast. Fuck, bro. Ik had ze allemaal op mijn nek gaan, die twee gastjes. Ja, ik keek naar je precies toen stonden ze in één keer achter je. Ja, echt, jongen. Ongelooflijk. Ja, kijk maar even of Reboot nog lukt. Het zou hard zijn, maar... Je hebt in ieder geval nog genoeg mogelijkheden voor Reboots. Er zijn echt heel veel Reboots. Waar je zo meteen heen gaat met de cirkel. En ik heb de builds ook wel. De ing, sorry bro. Ze waren dat ze? Weet ik niet. Ik heb niet eens de skins gezien bro. Ik ben alleen maar wezen wegrennen voor ze. Oké. Nee, dat was hem. Ja. Er zijn ook twee teams daar met badges. Zal ik hem solo uitspelen of zal ik gewoon vol voor die kaart gaan? Ja, ik zou wel proberen, man. Wist ik had denk ik wel geprobeerd gewoon. In principe, het ligt een randje storm, dus het is niet alsof je daar heel veel storm damage van gaat pakken. Klopt. En ze zijn met elkaar bezig en je kan misschien nog ergens medkits op de kop tikken of zo. Dus ik denk, kijk, het is niet onmogelijk. En als het niet onmogelijk is, zou ik het altijd gewoon proberen. Hoe is het nou? Ik lig ook niet op een hele erge kutplek. Dus dat is ook wel nice. Zie je? Ja. Hier, ik kan gelijk weg, bro. Ik kan gewoon gelijk weg. Nice. Okay. Ik zou voor deze gaan. Als je er dichterbij al eentje tegenkomt, kan je dat al doen natuurlijk, maar in principe zou ik voor die gaan. Het eerste oog. Net op dat randje, zag je dat? Oh ja bro, hij bouwde echt net op tijd dicht. Je hebt ook gewoon die Mythic Scar, wat een guy. Ja, die gast die je geslijpt hebt bro. Oh my days. Ja maat. Ik heb ook een badge. Wat ziek. Oh, je kan hier makkelijk rebooten trouwens, denk man. Oprecht. Ja, denk ik ook wel. No grappon. Ja, man. Ja, man. Worden wel footsteps, kan dat kloppen? Geen idee. Hoop het niet. Hij is alleen, denk ik. Hij wil ook rebooten. Denk het man. Nee, maar er komt wel nog eentje aanvliegen. Jong, auto. Of put. Dat kan natuurlijk ook. Oh, ik wil hier weg. Ik weet niet hoe dit werkt. Je hebt er hier nog één zitten, die is heel gunstig. Oh, ik sta naast een reboot. Wat? Maat. Hoe perfect kan het? Even serieus. Let's go, gast. Kom op. Dit kon echt niet beter. Heel lui, bro. Sick. Oké, wat zou ik doen? Op jou landen, dat jij me een wapentje geeft? Denk het wel, ja. Hè? Ja, man. En resources en bullets. Oh, wat? Bro, wow. Ik word gelijk uit de lucht gebeamd. Zij wisten gewoon precies vanaf waar ik aan kan vliegen. Ah, weet wel nog. Ik ben trouwens sowieso dood, denk ik. Hoezo? Stone doet veel damage, maar ik probeer om te gaan lopen. Ho. Ja, ik ben dood, bro. Ah ja, nice try. Ik heb geen blades. Tja. Heb jij geen blades? Die heb je toch? Ja, ik heb wel blades. Ja, ik bedoel, ik moest vier dingen gebruiken al. Zo, die guy bro, hij wist gewoon precies vanaf waar ik zeg maar ging respawnen vanuit de lucht. Hij schiet me gelijk gewoon uit de lucht. Ja. Damn, son. Holy damn. Precies als wij bij die andere kader gedaan. Zo. Ja, je spawnt dus daarboven, dat is inderdaad heel naar. De grie moet jou onder de grond, maar ja, je spawnt boven de grond. Ja. Oké, ik ga gewoon voor placement. Cool. Zit je in qua zoon? Jeetje.
Hoe is dat mis? Zo, oh, die guy is wel echt heel weak. Oh, je hebt genoeg resources, juist man. Nou, dat is prima. Oh, goede hit. Dank je. Rank elite Flodderkus. Flodderkus. Oké. Okay. Ja, wat is de planning ganked, ja. Verder nu? Ja, die is lastig. 9 mensen buiten mij. Hij pusht je. Hoe was dat mis? Echt net aan volgens mij. Weet, gaat hij dit niet aan? Hij komt, ze komen allebei, ze zijn op je. Ja, ja. Ja, ze mogen die eikant hebben, ik ga eikant toch niet kunnen houden, ik heb niet genoeg beeld. Nee. True. Is hij daar nou weg? Ja, hij is weg. Oh, moet heel ver. Nice. Kan niet. Bitch. Oh, die juice is links van je, tonnen, 3 tonnen, op de grond. 5 zelfs. Hele goede kaal. Nice! Oh, jammer. Nee. Nee toch. Hij ligt laag. Lekker. Je hebt het verneukt, maat. Hij moest hier naar beneden. Je hebt het verneukt, maat. Ja, hij dacht ik ren wel naar veiligheid tegen, maar dat was even niet de play. Ze moeten jouw kant op, bro. Achter je, daar moet zijn. Okay. Dus je kan je zwaar holden. Zwaar hard, bro. Oh, wat een plek dit. Oh my days. Is het daar die opening? Achter het cadeautje? Ja. Vijf alive, 4 enemies. Eentje op de loot, ja. Op de loot. 100. Oh. Loopt onder jou, die gozer. Die tunnelt via jouw huis. Dat is een duo, die gasten. Veertig beelds. Wacht, steen. Oh, die steen gaat weg. Oh, jammer. Ik heb die kill. Nice. Die is sowieso zo'n. Oh, ik moet direct verder. Zo, ik heb 3 enemies, 3 enemies. Drieëndertig beelds. 33.
Netjes. Heel erg netjes. Lekker. Zit safe, je zit zone. Ja. 25 builds. Ja. Moet weer verder. Ja. Oh, nice. Netjes. Smack. Oh, nee! Close hoor, bro. Netjes gespeeld, maatje. Heel netjes uitgespeeld hoor. Dat was de laatste. Dikke prima, dikke prima hoor. We kijken, wat hebben we uiteindelijk gedaan in dit potje? We zijn het tweede geworden. Hoeveel kills had jij, maat? Ik had er nog... Ik ben ook nog aan het laden. Geen idee. Zo, veel procentjes erbij in ieder geval. Damn. Ja, dat is lekker. Ik had er, ik nog had er 4. Van. Oh, 13 kill. Tweede. Dat is netjes, hoor. Goeie game. Mm-hmm. Goeie game, goeie game. Well fucking played. Ja, zonde van de reboot, bro. Dat hij gewoon precies wist wat er ging gebeuren. Hij wist gewoon dat ik hoog daar kwam aanvliegen. Hij pakt gelijk een engel op mij. Ik ben gelijk al 1 AP, terwijl ik nog niet eens voetjes op de grond had. Dat is heel ziek. Klopt. Echt heel ziek. Even kijken, donaties. Anoniempje 3 euro. Jogo, ik heb meerdere keren slecht over je gepraat. Ik wou sorry zeggen en ik hoop dat je me vergeeft. Sure bro, ik weet niet wat je allemaal over me gezegd hebt, maar het is je bij deze vergeven. Axel, 1,70 euro, dankjewel bro. Oké dan. Lekker potje Roy, dankjewel bro. Ja, is een goede game. Leuke game. Mm-hmm. Alleen jammer van de reboot, dat was het enige jammer. Had oprecht nog een veel leuker potje kunnen worden als we die er doorheen kregen. Maar hadden we samen gewoon die endgame kunnen spelen. Klopt. Ja, had Nick wel zijn loot moeten delen, had één van ons maar blades gehad. Dat is dan allemaal wel de kanttekening, maar you know. En nu is het... Gaan we weer de kluis in op deze manier of niet? Wat zei je? Gaan we weer op deze manier de kluis in? Ja, ik denk dat het eenmalig grappig is, maar dat in principe wel gewoon bug exploiting is, weet je. Ja. En zeker in het kader van dat ik ook echt samenwerk met Epic Games en zo. Binnenkort mijn eigen toernooi ga doen en zo. Is het denk ik eenmalig gewoon echt even grappig, maar het is niet iets wat ik elke game kan doen. Ja, nee, snap ik. Maar het was wel lachen. Ja, het was 100% wel echt lachen. En het gaat een hele goede TikTok opleveren. Dat is één ding wat zeker is. Waar zat ik nou in? Ik zat in een soort van cadeautje view. Oh, wat is dit? Daily gifts. Nou, ik heb het al geclaimd blijkbaar of zo. Oh. Let's do it, bro. Ik voel die plek wel, man. Let's go. Het mooie is dat we daarna gewoon naar die plek daarboven kunnen. Dan kunnen we gewoon de kluis in. Kunnen we daar nog even een snipertje, scoopje, ditje, datje. Ja, klopt. En vanuit gaan dat die kluis 9 van 10 keer wel gewoon geopend is, weet je. Klopt, ja. Dus, in principe prima. Oké, ik heb de perfecte landing voor launchpad plek. Oké. Denk ik. Ja, sowieso dat er iemand eerder hier is. Inderdaad. Ja. En druk ook, holy shit. Ja, man. Ja, je hebt het eerst. Perfect. Kom, Nick. Kom maar. Nick. Oké. Thanks voor de donatie. Land hierboven. Yo, kom eens mee. Eentje op het dak. Hoe is het dan mis? Van mij?
toe in de lul. Ik ga niet op. Bij hem. Ik zie hem staan, ik zie hem staan. Dan neem je niet zin. Shield broke, is hij, shield broke. Okay. White, white. Die guy, in het cadeautje. Knocked. Van mij? Ik heb maar 3 kogels. Oké, okay. Ja, ja. Oh! Hij is shield broke, shield broke. Ik heb 3 kogels, help. Knocked. Lekker. Oh mijn god. Oké, dood. Dat was een teammate. Kan je die minis naar mij gooien? Of heb je, je hebt zelf ook nodig trouwens. Nee, pak voor pak. Ik heb een floppen. Wat? Holy damn, hè. Ik zit even te kijken. Ja, meer mensen aan de rechterkant. Mm-hmm. Ik heb een shot. Heb jij een shot hier of niet? Ja, ik heb er nu een. Wat? Hier neem deze in. Nee, echt te groot. Dood, knocked. Nice, waar? Daar. Oké, okay, kom maar aan. Geen idee waar hij is, man. Hij moet aan knocked liggen. Volgens mij hier. Volgens mij is het teammaat hier. Ja, sowieso hier beneden. Fuck. Op mij? Ja, hold on. Neem een big pot in, dan kan ik je helpen. Ik zie hem, ik zie hem. Ik ben bij hem. Ik heb deze guy dood. De andere gozer zit hier, man. Ja, ik ga met je mee. Ja, hij is hier. Hij gaat de trap op. Hij zit onder de trap, man. De, twee mensen, watch out. Zie je? Dood! Lekker. Waar is die andere? Weet niet, maar hij is er wel nog ergens. Ik hoor dus watch hem ook out. Niet. Ja? Hij campt sowieso ergens vies. En ik heb geen shield, dus hij kan mij een one pump geven. Dat is niet chill. Zoek hem wel. Ik zie hem nog niet. Hij is er sowieso nog, dus... Laat je niet... Ja. Nou, praten is er niet meer is, omdat we geen footsteps meer zien. Hij is er sowieso. Ik denk dat hij in een van die slaapkamers boven zit. Ja. Ik wil gewoon samenlopen. Gewoon dingen kapot hakken inderdaad. Ja bro, hij is hier, hij is hier! Dood, nice! Lekker, kom op. Netjes, bro. Chill! Ja, we hebben iedereen hier, man. Groene pump hier. Heb ik al, heb ik al. Lekker. Zal mijn ogen prikken. Ja, ik kom gelijk door naar het andere stadje, man. Of ja, zijn er nog slurp dingen en zo die we kunnen pakken? Ik heb echt dat geen idee. Dat we even fully kunnen worden. Laten we dat nog even checken. Dat zal wel nice zijn. Kijk, je hebt hier al zo'n ding. En een sniper. En blades. Let's go, bro. Nu al worth it. Lekker. Hier, die fish. Kijk, hop. Ook een fish. Ik heb er ook één voor jou. Oh. Ik heb er al. Hier, bij mij. Deze nog even mee. Kom maar aan. Dood. Netjes, damn bro. Oh, yeah. En ik heb ook blades nu, perfect. Oi, ziek. Neem jij minis mee? Nee, ik heb één zo'n big fish die ik meeneem. Oké. Okay. Nou, ik ben ook al gewoon fully resource. Alleen steen nog. Dat is ook nice. Ik ben onderweg richting die badge. Nee, heb jij sniper bullets? Veel? Even kijken. Nee, nul. Oké. Okay. Ja, full? Nee, dan wacht ik op die jou. Die badge is nog helemaal niet gepakt, bro. Wat? Deze is gewoon niet gekilled. Dus misschien dat letterlijk een looted is. Kom daar direct heen. Ja, je op met de auto? Ik ben achter je. Ja, ik kan met blades. Dat is die mythic scar, dat ding is tering goed.
Oh, hij is gepakt nu, of niet? Klopt. Er is een badge in ieder geval. Ja. Ja, hij is nu dood. Oké. Okay. Ja, is hij waarschijnlijk hier nog? Is hij, is hij niet? Are you sure? Ja, ja. Hij loopt hier, ik hoor hem. Oké. Okay. Of het zijn bots, dat kan ook. Vliegen mensen hier! Ja? No, bro! Oh, het is dit kut. Nou, deze gasten zijn goed, man. Ik heb geen sniper, anders had ik hem dood. Who the fuck? Is 60 geraakt bij jou. Ik zie hem niet. Kom richting jou. Hij is op jou. Heel graag. Volgekrekt, bro. Interstering low. Chill hem, chill hem. Ik heb heals van je. Doe ik, doe ik, doe ik, doe ik. Hier, vis, neem niet in. Ja, ik ben oké. Okay. Damn, gast. Ik kom op je, kom op mij. In mijn box? Ja, ik word geneugd. Niet in mijn kus. Fuck, hij is one-y, bro. Letterlijk 39 HP. Had je die andere al nog, of niet? Nee, man. Oh, oké, okay. Dat was het sowieso. Was het sowieso lijp. Dus ja, lastig geworden, whatever. Damn, ouwe. Ze moesten allebei mij hebben ineens. Niet normaal. Ja, je werd even goed volgespreid. Zo, echt insane, hoor. Echt insane. Goh. Ik kon die gast ook echt sowieso twee keer snipen, maar ik had gewoon geen sniper. Dat is wel het nadeel, zeg maar, als je niet die kleus pakt. Als je die kleus pakt, hebben we allebei een sniper. Klopt, ja man. Ja, dat, is, dat vooral is wel voor mij inderdaad nice. Echt belangrijk. Mhm. Ja. Oh, hij zit nu ook echt te kutten, die gozer. Zo, lijpe boxfight zo. Minimaal. Even kijken hoor. Jelmer, 5 euro. Roy, je zou de volgende team aan Snap openen. Dat was Jelmer. Want je wilt dat echt niet missen hoor. Ja, het is een beetje ingrijpend om... zeg maar snaps, DM's en zo van kijkers te openen op basis van een verzoek. Ik kijk het gewoon, ja, at random, zeg maar. Want als iedereen die een donatie doet, dat ik dan je DM ga checken of je snap gaat checken. Dat is ook niet eerlijk naar de rest toe, snap je? Dus vandaar, Jelmer. Max Voorlijn, Boy, Roy, je bent echt mijn held. Je helpt me door zware tijden heen. Keep up the grind. Hashtag Royalistic. Dankjewel, maat. Shout naar jou, gast. En Rick, 3 euro. Hey Roy, had even een vraagje. Wat is er met Roerveen gebeurd? Ineens was het weg. Wat er met Roerveen is gebeurd. Ja, ik weet het niet eens meer, man. Zo lang geleden. Volgens mij was er ruzie in het management of zo. Kijk, ik was er natuurlijk al heel lang niet meer bij betrokken, hè, bij Roerveen. Dus het laatste gedeelte... Edo had er volgens mij gewoon geen zin meer in. En toen is Edo weggegaan. En toen is volgens mij de hele zooi ingestort. Maar dat weet ik. Ik weet niet meer zeker hoe het nou precies allemaal zat. Maar iets in die richting. Volgens mij heeft Edo op een gegeven moment gewoon gezegd... joh, laten we de stekker eruit trekken. Omdat er ruzie was voor de zoveelste keer in het management. En volgens mij is het toen gestopt. Zoiets. Staat me van bij. Ik hoop man. Nick, laten we die strategie doen, ja? Ja? Gewoon de snelle... Ja, de oude, toch? Precies. Juist. Ik heb een AK en ik heb een shotty, dus... Ik heb helemaal niks. Ik ga er gewoon gelijk voor. Tenminste, als jij ook ready bent. Ja, ik ben met je. Alright, alright. Yeah.
heb nul builds. Hoppa. Oké, okay, nice. Wel dan. Dit ging soepel. Heel soepel. Zie je maar weer, als je ook maar gewoon een beetje loot hebt. Ja, klopt. Als je twee of drie wapentjes hebt, dan hoef je niet te reloaden, dan heb je hem al dood. Precies, dan ben je er gewoon. Oké. Okay. Sniperkogels en sniper liggen. Je best is met een koon in die kluis, of in die een koon in het goud. Wat? Met een koon, werkt dat wel of niet? Nee. Ah. Hier probeer je niet meer, kijk. Ik zie, ik kan hem niet eens plaatsen hier. Zijn gasten trouwens bij onze kluis? Ja? Hoor ze. Hier, neem die badge bro. Of trouwens, oh, je hebt al... Je hebt al vol? Of tot hoe vaak gaat die? 50 toch? Ja man. Oké. Okay. Ik heb geen movement om hier naar buiten te kunnen houden. Dus ik heb hier. Klon. Hallo, hebben we allebei één shockwave? Oh, oké, okay, ja, cool. Oh, trouwens, ik heb wel movement. Ik heb Maar ik heb twee builds, dus als ik er nu uit ga, dan ben ik nog de lul. Als ze op me schieten dan. Ik ga naar buiten. Kom er ook aan. Yo. Is niemand, een matchje. Man. Prima. Hey bro. Oké. Okay. Acceptabel. Volgens mij hebben we zo'n prima begin hoor. Ja, klopt. Ja, we hebben niet van sniper. Ik heb alleen een QTR cutshot, maar voor de rest. Met een sniper, ik weet niet, op de een of andere manier heb je altijd het gevoel van je kan meer doen tegen een duo. Aangezien als je een fijne headshot geeft, kun je nog altijd wat doen. Juist. Okay, kom je mee bro? Via de cycle ben ik gedipt. Ik ben even materiaal aan het pakken ook. Oh, dat is geen reboot? Je moet alleen nog blades hebben. Wel verderop. Komt hier iemand uit de put? Hey? Hij is hier, hij is hier. Oh, broski! Lekker, bro. Heerlijk. Ja, die was echt heel lekker, ja. Zo. Ik one-shot hem terwijl hij gewoon een big pot op zak had. Wat? Drie big pots zelfs, bro. Iemand zegt dat de badge misschien wel naar... Of dat hij was weg op dit naar 75, man. Hé, hey, nou, dat zou nice dinsdag. Zijn, bro. Dat zou de middenweg zijn, eerlijk? Ja, precies. Dat zou de middenweg zijn waar ik helemaal content mee ben, dan, bro. En dan twee misschien naar 100. Ik heb geen idee, maar dat zou dan ook nice zijn. Ja, man. Als je er twee hebt, als je naar 100 gaat. Ja. Zie je ze? Zelfs zie dan ze? Kun je namelijk gewoon nog de strategie poelen met even droppen en dan iedereen naar een 100. Zag je op waar ik had gepinkt? Ja, ja, daar. Ja, laten we heen gaan. Is goed. Hey, auto achter mij, auto achter mij. Ja, kijk hoor. Wacht, nee, ik hij is een kaartje. Niet, hij is denk ik ja, nee, gaat kan een kaartje niet. Pakken, maar hij moet nee, nog nee, de want hij was instant finish. Oké, okay. Wat daarmee gegooid? Twee man. Zijn mijn vrienden misschien, denk ik. Eentje is 1 AP. Knocked. Lekker, lekker. Finish. Ja. Heus, goed, je nou de bush weg met je sniper. Ja, bro. Ben je bij me? Ben je bij me? Ja. Dood, let's go, bro. Lekker, bro. Kom op dan. Begin eindelijk in te komen, bro. Lekker, ik heb met dit hier gedropt. Oh, dat is top. Kan je me naar beneden gooien in mijn box? Ja. Kom op dan, maatje. Heb ik wat nodig? Eindelijk een beetje warm. Nee, ik heb er drie. Oké. Oi, oi, oi. Let's go. We kunnen alsnog nu weer naar die gasten gaan, hè? Als je wil. Ja, ja, klopt. Tuffa. Boven ligt Big Pot. Klopt dat? Ja, ja, klopt. Hierboven liggen Bigs. Ik kan er nog één dragen, nou, als je die naar beneden gooit. Ja. Waar ben je? Ja. Nice. Heb je ook materialen? Ja. Nice. Heb je nodig dan? Nee, 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 ik heb genoeg. Dan kunnen we fighten, okay. Bedoel ik. Oh ja, uit.
Ik hoor hier ook schoten volgens mij. Ik zag volgens mij... En hier heeft wat steenfarms en een beetje split up. Headshot snipe. Oeh. Kom maar aan. Daar. Achter de bosjes. Ik weet niet of zijn team in te lopen. Maar loopt ja, een bot hij naast boost die erop. Bot. Hij boost erop. Schiet. Ja, bij mij. Mag die reviven? Hij heeft de rest. Hoe kan dit nou weer, jongen? Nee, niet. Hij is ook weg. 24 kwijt daar, bro. Yo. Zie hem, is het schuin dak. Grapple op die rechter, als je kan. Ik heb geen grapple. Yo. Ah, is zo jammer. Oep. Kom maar aan, kom maar aan. Ja, ik ben niet bij hen, maar ik weet ook niet waar ze zijn. Ze kunnen niet ver zijn, man. Ze kunnen niet ver zijn. Ik denk dat ze de kluis in gegaan zijn of zo. Zie ik dat bots? Geen idee waar ze zijn. Hieronder, hieronder. Dat is ook een bot. Daar. 110? Zag het. Kom aan. Ja? Ja, ik ga gewoon daarin lopen, denk ik, of niet? Ja, ik ben met je mee. Oké. Okay. Pak de gast, let's go. Hij zou ook in die bush kunnen zitten, ik heb geen idee. Of hier? Ze kunnen niet ver zijn. Ja, hier kunnen ze ook nog wel zitten. Mm-hmm. Ja, hier. Ja. Oh nee, het is een bot. Hij loopt aan bot. Ik heb een keycard, die pak ik even. Maar ze zijn hier wel geweest, man. Denk ik, want hier is dan ook die barrel stuk. Oké. Ik heb zo'n vermoeden. Wel van die kluizen. Ja, ze kunnen ook overal hier in die bosjes zitten, man. Dat is ook kut. Klopt. En als een van hun een swipe treft, dan kan je zo makkelijk die headshot kappen. Ik dop een medkit hier. Yo. En neem nu een grappler, ik heb 10. En nog een big pot hier. Hè? Ik zit gewoon in bushes. Tim Starrenburg met de sub voor 2 maanden. Dankjewel, maatje. Die zegt, oké dan. Dankjewel, bro. Thanks voor de sub. Oké, wat doet zo? Wat doet zo? Hey, dat ding wordt gepakt, man. Dat kunnen hun zijn. 200 meter. Dat is ja, best wel dichtbij. Goed call, goed call. Kun je schieten? 5 of wat mooi. 19 hit. Ik ben gesniped. Ik ga healen. Nog healing nodig of niet? Alleen een big pot als je die hebt. Mhm. ...120! Let's go! Kom eraan. Ik ben met je mee. Nice. Wel iets later. Hij campfire... Huh? Wat zie ik daar? Oh, dat is een auto. Ik denk wel. Campfire zit toch helemaal niet in de game? Zie je die kapot schieten? Zie je die kapot? Ah, ja man. Zit er onder mij, man. Ja. Wow, hoe de fuck heeft hij mij zo hard gehit? Neem big pots in? Ja. Wajo, bro. Dat is niet normaal.
Hij is op jou, onder jou. Ze kunnen ons volgens mij heel makkelijk naar beneden halen, man. Pas op. Ja, doen ze nu. Knocked. Nice. Kijk met je mee, de bad shield. Is op mij. Jim, ja. Dood. Nick. Oké, dan. Netjes, bro. Dat was clutch. Lekker, dank je. Kan ik die big pot chappen of heb jij die nodig? Dat zijn er trouwens heel veel. En nog een medkit. Oh, bro, ze hadden hele goede loot. Omdat ze natuurlijk die shies hadden, die barrel. Lekker barrel, dan. Ja. Die VOD, hoe dat ding ook heet. Oké, okay, deze was echt lekker. Deze is heel nice, man. Alright. Ah, dit is prima. Waar is je pump eventueel voor je? Zijn weer mensen, Hier, laag op ons, laag. Hier. Ik heb eentje 110. Ik heb een kutskill voor deze sniper. Blades op ons. Er werd op ons gebleed. Ja, duo. Kom naar beneden, man, denk ik. Oké. Lukt dat? Doe mijn best. Ik ben beneden. Hij komt op jou. Ja? Ik kom richting jou. Ik neem Big Pot in. Ja. Hey, als jij nu box kan, kan boxfighten, bro. Ja, ik probeer. Nice. Kom wel echt op ons, man. Mm-hmm. Maak gewoon veel bakjes naast elkaar. Kapot, die dag vangt die kop die neus, volgens mij, zeg het je. Oké, eens kijken wat ze gaan doen. Als er eentje op een muur komt, bouw ik hem in, oké? Cool. Als ik hem daarin bouw, dan pushen we hem samen. Oh, dat kan bijna. Even van op jou lopen. Ja, goed. Probeer te kijken als hij iemand naast de muur loopt. Loopt. Oké. We kunnen ook het kasteel ingaan, man. Deze kant op. Hey? Wat zei je? We kunnen het kasteel ingaan vanaf mijn angle. Ik kan ook alleen gaan, dat ik je help vanaf afstand. Dat hoeft in principe niet. We chillen hem gewoon, hè. Er zit één in zo'n. Die gaat zitten bij ons, maar... Ze durven niet aan te gaan, anders gaan ze gepopt worden. Oké. Ja, we hebben alle tijd, we hoeven niks te doen in principe, toch? Ik wil nog medkit voor je, sorry. Of niet. Ik doe van Dynasty. Reboot daar ginds ergens. Mm-hmm. Zo! Pas op, het wordt gesniped op je. Nee, niet op mij. Perelen, man. Ja, prima. Gaan wij ook? Ja, ik ga hierheen. Ik ga via links. Oké, via binnen kan ook. Footsteps. Maar kunnen ook de bots zijn. Bots denk ik. Dus ja, sowieso bots. Shockwaves, die wil ik wel trouwens. Zo. In ieder geval iets van rotation. Nog een kissie. Voor een auto of zo? Die neem jij mee toch? Oh, daar. Wil je nog een big pot meenemen? Ja, dat kan ik innemen, bro. Oké. Daar boven. Headshot snijden, dat op het eiland. Zo, wat? Gaan we daarheen? Ja, sure. Ik heb alleen niks om te rotaten daarheen, hè. Je hebt een shockwaves. Dan kunnen we daarna die ding pakken. Ja, je hebt gelijk. Let's go.
ben boven. Is er ook aan nu? Ja. Iemand heeft een badge gedropt. Eentje is net gehield. Zestien. Nice. Wow. Neem medkit in. Doe maar. Ja, hier. Ja. Bouw je in. Ja. En zullen we gewoon helemaal naar onder gaan? Dan pakken we een rift onder het eiland en dan kunnen we naar zo... We moeten echt heel ver namelijk. Ja, is goed. Ja. Oké, kom hier. Of pak hier die lounge. Pak hier lounge. Je kunt je opvingen. Hier zijkant, denk ik. Let's go. Ik ben onderweg voor zo'n. Ja, ik ook. Goed call was dit trouwens. Let's go. Nice. Probeer je uit de lucht te snipen. Watch out. Hij probeert iemand te zijn die hij niet is. Hij probeert hier ons te heel zijn, veel loot. Bro. Heel veel loot hier onder ons. Ja. Oh, damn. Die moeten we pakken, bro. Goeie. Ik heb nu even 2 medkits. Kan je die big pot naar mij toe gooien? Ik kan ze meenemen anders. Oh ja. Ik heb er 1 nodig. Ik heb een grappelen met de 2 gewoon gedropt. Yo, neem je big pot in. Ik nek jou snipen. Nou ja, dan ga je checken. Zullen we hierheen? Wat? Oh, trouwens, wacht, ik heb hier barrels. Kijk, ik ben ook full nu. Nice. Hoe zit jij met materialen? Ik heb 500. Ja, ook zoiets. Zit prima. Nice. Is hij een looter trouwens, man? Ik dacht dat je zo nodig bent. Er wordt glide op die loot. Waar wij net waren. Oké. 22 hit. Ja. Zijn maat loopt erachter. Dat is een duo. Hier shockwaves, man. Ik weet niet of je nog wilt. Ja, man. Kan ik dragen. Waar? Op mij. Ik zit hier nog even die kistjes te openen. Er wordt geglijd. Richting ons. Grappelen hier ook, man. Kun je ook pakken? Oeh, dan neem ik liever die grappler, ja. Kijken waar. Footsteps tegen mij aan. Heel close. Ja? Ja, man. Hier ergens. Hij zit in het huis of zo. Ja, man. Hij loopt hier heel close. Oh, please, bro. Oeh, dat is heel leuk. Please, achter je. Pak jij die of pak ik die? Ja, die pak ik. Naast mij, achter de boom. Kop en headshot snipe. Hij is volgens mij alleen, man. Ah, ongekend dat het zo moet eindigen. Die. Nee, die bedoel ik. Ja. Is in zo'n. Je kan hier gewoon boven chillen, hè? Ga doen. Je bent wel echt een focuspunt hier als mensen je zien. Mhm. Links ook, pas op. Moet zo'n? Mhm.
Ik kan gewoon een boom pakken, denk ik. Met je grappler. Ja. Nice. Oh, je chillt hem zwaar. Oh, dit is perfect. Rechts staat er eentje, volgens mij. Mm-hmm. Links ook, links boven je. Gratis headshot snipe misschien wel. Die gaat keer killen. Hij staat helemaal in het open, voor je neus. Links, daar, je, ja. Mm-hmm. Je moet die kant op. Je hebt genoeg builds. Mm-hmm. Je hebt meer dan 100 builds, bro. Ik zou gewoon op recht high kant pakken. Gewoon houden. Blijf verbouwen. Pas maar achter je. Mm-hmm. Wat geraakt? Nee, dat is niet op jou. Ik zou op hem grappelen en daar verder bouwen, man. En heb je zo. Lukt niet. Hier naar onder en dan naar hem. Lekker, je hebt weer height. Je hebt genoeg builds. Zo steen. Lekker. Ik zal met steen bouwen, man. Medkit, die kan je in de zone pakken. Let's go. Alle tijd. Grappelen op height, denk ik weer. Je hebt genoeg builds. Mooi, je kan hier een headshot pakken. Netjes. Je hebt height, je speelt fucking goed, bro. Één voor één, man. Iedereen is alleen. Gewoon op high blijven. Je hebt genoeg builds. Achter je. Nice. Hij is naar beneden. Lekker. Pak je grappler. Laatste twee guys. Je hebt genoeg wild bombo. Let's go! Lekker dan. Oh mijn god. Netjes gespeeld, man. Woo! Let's go, ouwe. Lijp! Ja, goeie ja! Endgame ook wel. Lekker, bro, dankjewel. Oi, oi, oi. Kom op dan. Daar staan toch die victory vanavond. Let's go. Oeh. Heerlijk. Ziek, bro. Ben je naar champion ook? Zo, ja, echt wel. Nou, 4 kills, 4 assists. Wat jij er? Is ook minimaal 4 of wat jij er, bro? Geen idee. Ik ben er al uit. Hij was in ieder geval een lekker potje. Lekker, ja, zeker. Hij is was heel lekker. GG's, chat. GG's in die fucking chat. Let's go, bro. Poh, ja toch, Roy. Lekker, bro. Dankjewel, maatje. Dankjewel, bro. Ze killden elkaar ook in de storm, joh. Ja, man. Klopt. Lekker, heerlijk. Nou, ik wilde me net bemoeien, maar het was niet eens nodig. Het was gewoon niet eens nodig. Ja, ik denk dat ik die height hield. Het was gewoon heel belangrijk. Ja, klopt. Je had alle builds, bro. Goed daarom. Gesproken. Ja. Jamai Mulder, 3 euro. Ik word vroeger gepest. Maar jouw video's helpen me om me vrolijker te voelen. Let's go, bro. Dat is de spirit, Jamai. Er staat verder nog wat informatie waarvan ik denk dat het niet per se nodig is om te delen met de chat. Maar respect naar jou, maatje. 10 gifted subs van Woetroe. Mag ik een hype in de chat voor mijn maatje Woetroe? Met de 10 gifted subs op Twitch. Dankjewel, broeder. Let's go, gast. Gooi even die fucking hype in de chat dan voor Woetroe. Kom op. Onze ome Woetroe, jongens. Hey, let's go.
Steven, 10 euro, goedenavond. Ik ben echt aan het genieten van de stream. Steven, dankjewel, maat. Shout niet out, thanks voor de 10 euro. En over Johnny Games, dankjewel. En Tycho met het 3 euro. Joroi, SO naar Luc, Lars en Tycho. Legijm, we zitten heerlijk weg te toeven van de live hier. Let's go, maatje. Dankjewel voor de 3 euro donatie. Ja, ja. Hype de chat voor ome Woetroe. Kom op. Ome motherfucking Woetroe, hoor. Even kijken. Wat gaan we als channels nemen, deze? Lekker, man. Goeie win. Ja, ik zou zeggen... Ja, die snipers, bro. Another day, another factory, you know? Precies. Je zag het. We dedicaten heel early op die bot. En er is niks aan de hand. Blech. Dat is gewoon echt de way, naar mijn mening, nog steeds, man. Als je gewoon al gelijk in de eerste 30 seconden van een potje... met twee wapens die je gevonden hebt, gewoon vol racht op die bot. Ja. Ja, dat is naar mijn mening gewoon de way. Ja, dan moet je, wel, je moet wel een beetje geluk hebben met die wapens die je pakt. Als je genoeg wapens hebt aan het begin, dan kun je die bot inderdaad killen zonder dat je überhaupt iets gereload hoeft te hebben. Klopt, klopt. Ja, dat is sick. Ja, ja. Lekker, man. Goeie. Goeie jijs, jongens. Kom op. Oké, okay, volgens mij maar één duo mee, bro. Ik zie maar één... Ja, ik zie twee gliders. Nee, ik zie vier gliders. Right. Dus ik neem twee andere duo's. Nou, oh, prima. Kom op, bro. Ik begin met een groen wapen, ik weet niet wat het is. Scar, nee, AK. Geen gasland op mij, man, dat zegt hij. Okay. Ik heb geen wapen. Eentje white hier. Ja. Eentje dood. Nice. Hij is echt white hier, echt one-y. Echt one-y op mij. Oh. Nog één aan mij? Ja, ik ben dood. Ik heb hem dood. Ah. Finish je ook gelijk. Wordt gelijk gepakt, bro. Ja. Die ben je kwijt. Hij komt naar je toe. Dat niemand van hun blades heeft gevonden. Wat een plek hier ook, zeg. Volgens mij kan je hier. Hier kan je volgens mij bij zo'n bot een rift kopen, man. Dan span je in de lucht. Echt? Ja, man. Ik ga er gewoon helemaal omheen, man. Misschien dat dit wel de play is. Volgens mij staat de cirkel al toe om dit te doen, dus. Thank you.
Nog 2 minuten voor die kaartje. Ja, daarom. We hebben nog tijd. Ze zoeken me echt, bro. Niet normaal. Ja, klopt. Ze komen me echt halen. Naar ze toe. Ik denk zelfs dat er maar één achter me aan is, die andere bij het kaartje blijft, man. Geen idee. Het zou wel een lijpe dedication zijn om mij te killen, bro. Hij heeft sowieso maar 40 seconden af, ga je denk ik niet redden. Jawel, joh. Waar zijn hun, Pat en ik. Die guys zijn helemaal naar rechts in, hoor. Ja, I know. Ze zijn me echt gaan zoeken. Als een stel idioten. Dan hebben ze wel verkeerd gegokt. Ja. Ben de stellen, ja. 20 seconden. Mm-hmm. Oké. Okay. Gewoon niet bewegen. Lekker, lekker, lekker. Ride or die, Nick. Ik denk dat deze reboot beter is dan hier voor je neus. Dat je iets verder gaat. Die blauwe bedoel je? Blauwe Mark? Ja, man. Ja, blauwe Mark. Die gasten, ja, ik weet niet. Zouden ze de kleus al gehaald hebben? Waarschijnlijk wel. Je verwacht dat ze eerst die kleus gedaan hebben, toch? Maar volgens mij Shockwave heeft ze direct naar jou toe. Klopt, ze gingen mij halen, man. Ze wilden mij zo graag hebben. Klopt. Ik weet ook niet waarom mijn dedication zo hoog was, maar... Je kan medkits kopen hier trouwens. Misschien ook wel een big pot. Waarschijnlijk wel trouwens. Ja, nog eentje ook echt. Lijp. Lekker. Oké, okay, we zijn er nog. Eerlijk, deze had je echt al opgegeven, deze game. Eerlijk is eerlijk. Ik zweer het je. Deze had je opgegeven, Nick. Ik dacht, toen je zo ver weg was, dacht ik echt van ja, die kaartje ga je niet meer kunnen pakken. Ik had echt niet verwacht. Ik zeg heel eerlijk. Nick, joh, wat. Ik had niet verwacht. Denk je nou, bro? Had je toch niet zomaar stekken? Nee, precies. Ik zie als we dit potje nog voor elkaar krijgen, ouwe, dan zou het echt mijn ziekste regain ooit zijn. Want dit was eigenlijk gewoon lost. Ja, klopt. Dit was zwaar lost, bro. Oké, bro, ik heb 3 medkits gekocht. Nice. Iemand schiet op ons, ik ben Lucio, bro. Hier, pak een auto, stap in naar je eigen huis. Stap in. Go! Oh, nee, toch, alsjeblieft. Dat is treurig. Neem de weg, neem de weg. Zijn we het snelste? Ja. Woe! Oké dan! Hierop, tempo! Maar. Ze snijpen nog op ons! Nieuwe auto, nieuwe auto. Links ook 5, ja, een nieuwe. Bro, we gaan gewoon andere kant zoen. Bro, wat is dead zone? Waar gaan we heen? Ja. Wat is dit? Bro, ik ben maar wel, bro. Rijd de zone uit, maar dat is misschien wel prima. Hier is ook loot. Oh, ik zit vast.
een SMG. Moet je namelijk even beseffen ook hoe slecht mijn loot is. Het is niet alsof ik iets heb. Ik heb echt helemaal niks. Ik heb een shotgun met 8 bullets en een AK met 48 bullets. Oké. Dus. Het is even. Het is echt even heel terug allemaal. Oh, we moeten ook helemaal terug. Oké, laten we via hier gaan, man, denk ik. Dit een badge tegen ons aan. Deze badge is niet gepakt. En ik heb 3 medkits. Zullen we stormen in om die te pakken? Kom. Ik weet niet of het een heel goed idee is, maar. Denk je niet? Nee, ik zou het niet doen. Ja, trouwens, nee, dat is niet handig. Er zijn heel veel mensen. Klopper, ga ik even pakken. Ja. Oh, en ik heb nu 4 klingers. Lekker. En bandies. Okay, wel overleefd items, als het ware. Ja, precies. Ik heb ook 3 medkits, man. Ja. Dan moet dat misschien wel de play zijn. Klopt. Ik heb 2 shockers. Oh, ik heb ook 4 klingers. Oh, dat is wel lijp, hoor. Nu is het echt buildings hebben. Ja, die heb ik op zich wel. Met kit hier nog? Kan ik niet meenemen? Ja. Nou, drop ik 7 bandies, maar dat is op zich niet meer. Hier nog heel veel steen. Ja, ik heb hier ook. Ik zit vol steen. Nice. Hier moet daar. Ja, hoeveel jaarboelens heb jij? 50, man. 62. Keurig. Hij vliegt hier, die gozer. Hé, hey, hier ligt fucking lijpe loot, bro. Hier ligt legendary loot. Hij gaat zijn loot halen. Hij zit op zijn loot. Oh, die gozer heeft mij gespot. Ben oké. Het is een badge. Ik ga achter deze boom blijven, man. Dan wacht ik even in de storm. Zit hij nou op mij? Echt geen idee. Ik heb een legendary shotty. Nice. Ineens. En een grapple hier. Kut, hier loopt hij in. Hij schiet alles naar beneden. Ik zou hem gewoon dippen, bro. Ja, ik probeer. Ik heb nog een medkit, blauwe AK. Nee, medkit in. Yo. Oh, ik heb het precies op mij. Ga je nog dodge de fight? Ik ben weg. Nice. Ik heb ook geen shield nog steeds. Hier heb je zo'n pot, die kan je even openen, maar. Ja, nee, dat wordt hem niet. Dus. Ik moet er tering lang op. Jij dat? Heb je shotty bullets voor mij? Ja, dat was ik. 0. Oké. We moeten oprecht dat eiland pakken, man. Dat is de enige manier dat we loot kunnen hebben, denk ik, oprecht. Ja, true. Zou je als eerst op dat eiland hebben? We pakken die vlag. Ja, true. We hebben alsnog god loot. Wat zit dit? Nog een medkit? Heb je nog nodig of niet? Nee. Ik heb er nog 2 bij. Okay. Oh, er zit al een team op, man. Er zit al een team op. Wel? Maar misschien als hun die vlag pakken, kunnen we hem alsnog later pakken. Ik bleef gewoon even in deze bush. Dan pak ik later, want daar ligt een rift. Die kunnen we dan later pakken. Nice. Ik heb een sniper nu, dus dan weet je dat. Nice. Ik heb nog gevonden. Een big pot hier, die neem ik in. Ja. Eindelijk shield. Gaan we niet het eiland op, nee hè? Nee, nog niet. Er zit nog een team op. Net werd gebouwd bij iemand. Ja, dan ga ik er gewoon recht onder staan. Kunnen ze me ook weinig maken. Nou, we hebben hier trouwens een rift, eventueel. Ja? Ja, die pakken we zo gewoon om er alsnog op te gaan, denk ik. Er moet sowieso nog wat loot liggen. Ja, sowieso. Ik denk dat die gasten al loot hebben. Ze hebben sowieso shotguns en je krijgt 2 shotguns eruit. Dus ze droppen sowieso wat anders.
Heb je nog steeds ook zo weinig shotgun bullets? Ik heb er 14. Ze hebben die shit gecapt, ze hebben ons gezien. Zien ze ons nu, ja? Ja, man. We kunnen een rift pakken, gewoon wegwezen, man. Ik weet niet of ze ons zien. Jawel, ze kregen zo'n ping. Ja, maar ik heb nog nooit mensen gezien met dat ping op dat eiland. Alleen kisten in de buurt, zeg maar. Ja, dat weet ik ook. Maar ik zag inderdaad ook een rood bolletje boven mijn hoofd. Ja. Misschien dat ze gewoon een tijdelijke ping hebben gekregen. Komt weer een auto aanrijden, zijn die gasten weer. Ja, oké, kom die rift pakken. Hier, ga naar de rift hier. Ik ben bij de rift. Ja, kom aan. Pak gewoon die rift, als er mensen op dat ding zitten, dan moeten we alsnog weg. Ik ga naar die vlag heen. Ik zie niemand namelijk. Ja, gaan we erop? Ja, ik ben erop. Een matchje. Er ligt helemaal niks, bro. Jawel, er ligt een big pot, toch? Ja, een big pot, maar geen shotgun of iets. Ah, ik heb wel 5 medkits. Zo. Pistoltjes nog? Ja, is op zich wel goed. Ik ga gewoon oprecht die pistool meenemen. Zo, een drama loot hier inderdaad, bro. Niet normaal. Wat nou? Wordt volgens mij gericht. Ik weet niet of dat op ons is. Ja, ja op ons. Dat is op pak ons. Die glider. Pak hier glider. Ga hier weg. Of pak launchpad. Oh, uit de lucht. Doei. Ja? Ja, bro. Hij is dood. Instant dead. Als zijn loot valt naar beneden hier. Hier ligt al zijn loot. Die moeten we pakken, man. Er is legendary shit ook bij. Ik ga nu buff. Ik heb geen idee waar je pinkt hem. Lage blauw. Hij heeft een mythic en hij heeft een blade. Ja. Blade en hij heeft die. En dat is het wel zo'n beetje met zijn lijpes. Jij, volgens mij, ja. Ik ga hier weer het eiland op en dan pak ik een launchpad op het eiland. Cool, ik heb blades, dus ik red me. Ja. Wow, ik loop gewoon met 5 medkits rond. Als het moet, dan blijf ik gewoon de hele dag in de storm. Ja, dat is heerlijk. Oké, waar zou ik zitten? Trouwens, ik heb ook materialen nu. 500, 500, 100. Beter, ik ga hier in de bush. Ik hoop echt dat er niemand in zit. Weet je 105 hier zo? Nice. Ik zit hier in de bush, man. Ja. Hij zit hier, man. Volgens mij is hij alleen. Ja. Waar? Bij mij. Eet ons licht loot op jou. Ja, toch, kom naar jou toe. Ligt daar nog wat nuttigs? Even kijken. Ik neem medkit in, dan heb ik nog 6 medkits bij me. Sick. Aan jouw kant zitten best wel wat gasten, dus pas op. Oké. Okay. Ik neem die medkit mee trouwens. Zie je een beetje shockwave? Ik zie hem niet. Je zit er een bij dat water. Hier. Hier onder ons, inderdaad. Ga in deze busje. Hij gaat eruit, volgens mij, nu uit die box. Of hij is er al uit. Zou nog kunnen. Daar is hij al uit. Hij is er al uit. Hij was hier onder al. Oh, sick. Hij is nu daar. Right. Waar is dat? Is dat in zo'n... Laten we daarheen gaan, man. Stil op de topje van de berg. Ga je mee? Ja. Oh, 105 heen. Lekker. Er ligt ook een badge, die is nog niet gepakt. Wat een bom, man. Die badge is nog steeds niet gepakt. Wat heeft hij wel gepakt? Is het daar heel lijp, of niet? Ja, man. Ik kan ook recht die box in kijken, hoor. Als ik geluk heb... Kan ik de eentje even snijpen? Kom naast me staan. En bij je.
Ja? Kijk daar, op mijn ping. Zie je hem? Mhm. Daar ook? Daar? Ja, ik zie hem. Wow, ik ga naar die, ik ga oprecht naar die dingen heen. Naar die blaze, ik moet die blaze pakken namelijk. Hoop dat die gasten hier weg zijn. Is het hier? Op mij? Dino! In op mij! Ik ben op low. Hij komt op mij. Ik ben hulp nodig. Ja. Ik neem mijn medkit in. Waar zit hij dan? Ja, op mijn, in mijn box wel. Oh, ik zie het. Ik wil even gaan. Ook twee guys op mij, man. Ook twee guys op mij. Hij zit in mijn box. Ja. Ah, 130 krijg ik nog. Kan niks doen, man. He just knocked. Ah, zo jammer, hè, jongen. Oh, waarom gaan deze gasten vol op mij? Wat triest. Ik heb helemaal geen shields, niks, bro. Al mijn nek of ik zoon heb en zo. Ja, ja. Is het een zoon? Ik zal gewoon chillen. Die heeft niks te doen in principe nu. Mm-hmm. Ik zit perfect zoon trouwens. Ook voor volgende. Zo met die wat hide gepakt. Ik zou skippen, man. Skip hide. Je hebt genoeg builds, maar ja, dat is lastig. Moet ik nu een medkit nemen? Ah! Wat was dat een play al, wat je wou doen? Ja, thanks wel. Ik moest wel proberen, want die gasten zaten gewoon op me en die waren goed. Dus ja. Dan ben je in principe gewoon fucked up. Even kijken, we krijgen wel mooie procentjes nog erbij. 90%. En laten we daarvoor vandaag gewoon even mee eindigen, man. Gaan we morgen gewoon wat eerder live. Vandaag kon ik even niet anders dan om 9 uur live. Omdat ik nog mijn derde kerstdag met mijn vriendin had. Met cadeautjes en dat soort dingetjes. Dus het was even gewoon wat het is. Morgen ben ik eerder live. Samen met Nick, of niet? Samen met Nick? Ja, zeker. Oké, top. Goeie chance. Dus beste kijkers, voor nu bedankt voor het kijken deze live. Ik ga nog even kijken of er nog donaties zijn. Dat soort dingetjes. Mula Moes, 3 euro. Doe de groetjes samen, schatje. Deal, a.k.a. Nick. Bij deze. Sam, 3 euro. Doe even een SO naar Matthijs. Matthijs, shout-out naar jou, maatje. Doenoe met de sub via Prime. 16 minuten geleden alweer. Doenoe, dankjewel, maatje, voor de sub. En dan wil ik bij deze echt afsluiten. Ik wil jullie allemaal hartelijk danken voor het kijken naar deze live. Vond je dat leuk? Doe nog even een duimpje omhoog. Natuurlijk, abonneer bij mijn kanaal voor meer. Dus ik hoop morgen weer terug bij een nieuwe livestream. Want morgen ben ik uiteraard gewoon weer live. Samen met Nick. Wordt hartstikke gezellig. Dus wees erbij. Voor nu bedankt. En tot morgen. Ciao.